Goedenavond, welkom allemaal. We zijn iets later begonnen omdat we dachten, we wachten nog even tot iedereen hier is binnengedruppeld. Wij zitten niet voor niets hier aan de Waal, in het honingcomplex. Voormalig industrieel complex, wat niet voor niets aan het water ligt. En daar zal René ten Bos later vast ook meer over vertellen, over water en industriecomplexen. Welkom bij deze boekpresentatie van het boek Water van René ten Bos, een geofilosofische geschiedenis. Deze avond wordt georganiseerd door het Zoeterbeek-programma, waar ik werk, daar ben ik programmamaker en uitgeverij Boom. Ik geloof dat iedereen inmiddels al een plek heeft kunnen vinden. Ik zal u kort vertellen hoe de avond in elkaar steekt. Zometeen zal René ten Bos een lezing geven van ongeveer 3 kwartier, waarin hij zal vertellen over zijn boek, waarin hij het boek dus zal presenteren. En daarna gaat hij in gesprek met Pieter Lemmens. Hij is techniekfilosoof aan de Radboud Universiteit. Heeft het boek al 3 keer gelezen, heb ik begrepen. Is ook drinkenbroeder van René ten Bos. Dus wie anders dan hem uitnodigen om vanavond met hem in gesprek te gaan na de lezing. Maar voordat we dat de lezing begint en het gesprek, wil ik eerst graag het woord geven aan Niels Cornelissen, uitgever van dit boek van René ten Bos, waarvan ik nog vergeten ben te zeggen dat hij hoogleraar filosofie is aan de Radboud Universiteit, maar dat weet u vast ook wel. En hij zal vertellen over hoe dit boek tot stand gekomen is, het hele proces en waarom het zo bijzonder is. Dus graag een hartelijk applaus voor Niels Cornelissen. Dames en heren, beste René. René en ik leerden elkaar kennen in 2007. Ik was net bij uitgeverij Boom komen werken als redacteur en René had net het manuscript ingeleverd van Het Geniale Dier. Ik kan me nog goed herinneren hoe de uitgever filosofie, Wouter van Gils, met een brede glimlach het manuscript op mijn bureau legde en me kort uitlegde waar ik de rode pennen kon vinden. Henk Hoeks, redacteur bij uitgeverij Sun, met wie ik toen een kamer deelde, bromde nog iets over dat een redacteur toch vooral agressief de teksten van zijn auteurs te lijf moest gaan. Het was goed advies, het was een beste stapel papier en ik ging ijverig aan het werk. Tijdens het werk probeerde ik me een voorstelling te maken van wie die René ten Bos nou precies was. Ik had hem vluchtig eerder gezien bij de presentatie van een vertaling van Foucault bij uitgeverij Boom. We hadden toen niet echt gesproken. Uit de pagina's die ik las kwam een geest naar voren met een brede interesse. Niet eerder had ik een boek gelezen waarin Pixar-films moeiteloos in verband werden gebracht met teksten van Nietzsche, waarin verhalen van vakanties aan de andere kant van de wereld met de familie staan naast besprekingen van biologen waar ik daarvoor eigenlijk nog nooit van gehoord had. Daarnaast kwam de auteur naar voren als iemand die niet op een boekje minder kijkt. Een vluchtige blik op het notenapparaat en de literatuurlijst geeft een indruk van wat ik bedoel. Enig gevoel voor humor was die ten Bos ook niet vreemd. De wat Victoriaans aandoende inleidingen bij de hoofdstukken, waarin de auteur uitlegt wat de lezer nu toch weer te wachten staat, vind ik bijvoorbeeld komisch. Maar dat kan aan mij liggen. En verfrissend genoeg bleef ik er weinig last te hebben van onnodige politieke correctheid. U hoeft een willekeurige verdediger van de dierenrechten het maar te vragen en u weet waar ik op doel. Er tekende zich een beeld af van een alles wat los en vast staat lezende, totaal eigenzinnige associatiemachine met sponsachtige trekken. Een aantal rode pennen later was het tijd deze inmiddels tot mythische proporties uitgegroeide René ten Bos het resultaat van mijn arbeid te tonen. Ik was best een beetje zenuwachtig. De persoon, je weet tenslotte nooit hoe een auteur reageert op je altijd goed bedoelde suggesties. De persoon achter de tekst bleek een reuze sympathieke man te zijn. We bleken wat hobby's gemeen te hebben. Zo kijken wij beiden niet op een glaasje meer of minder. En vooral niet meer. En blijken wij een gemeenschappelijke interesse te hebben in muziek die de gemiddelde Nederlander onder het kopje takkenherrie zou vatten.
Maar bovenal bleek René tot mijn grote opluchting zeer te spreken over mijn redactie. Iets wat zeker voor een beginnend redacteur toch een mooie opsteker is. Los daarvan staat Het Geniale Dier zeer hoog in mijn toplijstje van favoriete boeken waar mijn rode pennetje iets mee te maken heeft gehad. Trouw vond het een knap boek, zoals je niet vaak in handen krijgt. En ik sluit me daar geheel bij aan. Ik meen dat het bij een van de eerste ontmoetingen met René was dat hij het voor het eerst had over een boek dat hij over water wilde schrijven. Het moest een groot boek worden, meer systematisch dan Het Geniale Dier. Mijn collega Wouter van Geels en ik spitsten onze oren, vonden het een geweldig idee, zagen de aanbiedingsfolder voor het voorjaar 2010 al voor ons en waren al aan het nadenken hoe wij de toen nog kroonprins Willem-Alexander in dit hele verhaal konden betrekken. De zaken lopen echter niet altijd zoals je ze in eerste instantie bedenkt. Op zeker moment, ik weet niet precies wanneer, ergens in 2009, vertelt René ons dat het waterboek toch maar even moet wachten. Het bleek namelijk dat hij geattendeerd was op een zekere passage in Het Geniale Dier, die nog wel enige filosofische verheldering kon gebruiken. Het ging over de vraag of dieren konden spreken. U begrijpt wellicht dat het antwoord op deze vraag niet met een simpel ja of nee kon worden afgedaan. René was iets op het spoor en dat iets werd Stilte, Geste, Stem. Het tweede boek dat ik van hem mocht redigeren. Dit maar overigens niet op papier met rood pennetje, maar direct op de computer. Ook bij uitgeverij Boom gaan wij met onze tijd mee. In Stilte, Geste, Stem leren we een veel poëtischere René ten Bosch kennen. Waar Het Geniale Dier uiteindelijk toch vooral een filosofieboek is, is Stilte, Geste, Stem een boek dat zijn lezer als volgt voorstelt. En ik citeer de laatste zin van het voorwoord. Ik stel mij een lezer voor die naar het boek weet te kijken, een lezer dus die het boek niet alleen weet te lezen, maar ook weet niet te lezen. Stilte, Geste, Stem is een boek dat zijn onderwerp niet noodzakelijkerwijze discursief benadert, maar tast en probeert te evoceren. De stilte lijkt soms hoorbaar tussen de regels, maar soms zichtbaar in de witregels. En hetzelfde geldt voor de geste en de stem natuurlijk. Na de publicatie van Stilte, Geste, Stem dachten wij bij uitgeverij Boom dat het nu dan toch echt wel tijd werd voor het waterboek, de volgende Ten Bosch die onze uitgeverij zou publiceren. Dat dit niet helemaal klopt, hebben wij aan onszelf te wijten. Ik had u nog niet verteld dat René naast zijn Nederlandstalige boeken en artikelen ook nog een gestage output heeft aan boeken en artikelen in het Engels. Waarbij tegenwoordig het eerste misschien nog bijzonderder is dan het tweede, maar dat terzijde. Over een van die boeken opperde René op een zeker moment dat het wellicht wel eens leuk zou kunnen zijn als er een Nederlandse versie van zou kunnen komen. Na een korte blik op het boek vonden wij dat meteen een goed idee. We gingen aan de slag. Het ging om een inleiding bedrijfsethiek door René geredigeerd samen met Molly Painter Moreland. Voor de meeste mensen is bedrijfsethiek een onderwerp ver verwijderd van poëzie en stilte. Maar niet voor René. U voelt hem wellicht al aankomen. Ook dit boek verscheen voor het waterboek. In 2013 om precies te zijn. Als we bedrijfsethiek, want zo heet het boek zeer to the point, naast de twee eerdere boeken leggen, dan valt op hoe gedisciplineerd de compositie is. Waarbij ik dan wel meteen moet toevoegen dat die discipline vooral in het teken staat van het ondermijnen en ontregelen van discipline. Het gaat tenslotte wel om een boek waar de naam René ten Bosch op het omslag staat. Nu was al die tijd het waterboek nooit geheel van de agenda verdwenen. René schreef een eerste schets van de inleiding, als ik mijn mailbox mag geloven, in december 2011. En is er steeds aan blijven werken. Ik wist ook dat René het eigenlijk jammer vond dat het werken van dit boek moest onderbreken, dat hij het moest onderbreken voor een Nederlandse versie van een boek dat hij al een keer had geschreven in het Engels. Maar na de publicatie van bedrijfsethiek stonden gelukkig alle seinen op groen voor de publicatie van Water. Het boek is er inmiddels, het staat daar. Het is te koop na de lezing. En we zijn er allemaal erg blij en trots op. Mee en trots op. En als ik denk dat we Water kunnen situeren tussen de drie boeken die ik eerder noemde in. Het deelt de ongebreidelde creativiteit met Het Geniale Dier. De poëzie met Stilte, Geste, Stem. En de discipline met bedrijfsethiek. Anders dan bij Het Geniale Dier was ik niet de uiteindelijke redacteur van het boek, maar de uitgever ervan. Natuurlijk heb ik tussenversies gelezen en globaal van commentaar
voorzien, maar echte redacties doe ik zelden meer. In de meeste gevallen vind ik dit geen probleem, maar René voelt toch een beetje als mijn auteur. Wat het nog een beetje gevoeliger maakt dan in de normale gang van zaken. Ik was dan ook zeer benieuwd wat mijn collega Lucie Klaassen ervan gemaakt had. Afgelopen vrijdag, die zit daar boven Lucie, zijn de boeken geleverd en ik ben vrijwel meteen begonnen te lezen. Dat ik mijn rode pennetje in gedachten al getrokken had, bleek volkomen overbodig. René heeft een prachtig boek geschreven en Lucie heeft de tekst met meeste hand geredigeerd. En zo is het. Goedendag. Ik ben verheugd en trots dat u allemaal in grote getale bent opgekomen voor een boek over een onderwerp dat heet water. Staat de PowerPoint er al op? Nee? Yes. Water, een geofilosofische geschiedenis. Wat ik van plan ben hier vanavond is u allemaal uit te leggen waarom ik dat boek geschreven heb. Dat is dus de aanleiding van het boek, zou je kunnen zeggen. En ik zal dat doen en daarna zal ik wat vragen bespreken. Ik zal in ieder geval één vraag die ik in ieder hoofdstuk stel over het boek duidelijk maken, zodat u een idee heeft van waar het boek over gaat. Dit is dus een boekpresentatie en niet een hele serieuze academische lezing of iets dergelijks. Dus ik ga mijzelf het niet moeilijk maken of hier echt staan lezen, zoals Henk Oosterling vorige week nog wilde, echt lezen. Ik ga gewoon uitleggen waar het boek over gaat en wat de bedoeling van het boek is. Ik heb het geschreven, het idee om het boek te schrijven is eigenlijk al heel oud. Ik bedoel, ik heb ooit eens een keer, lang nog voordat ik filosofie studeerde, een tijdje in Schotland gezeten met vissers. En toen raakte ik al op de een of andere manier gefascineerd door water. Vooral ook omdat die vissers, in Schotland was dat, in een gebied dat heet de Minch en de Inner Sound, rondom de Hebriden. Vooral omdat ik merkte dat die vissers dingen wisten van water die ik eigenlijk helemaal niet wist. Die kunnen aan de schakeringen van water kunnen ze bijvoorbeeld zien welke vissen er zwemmen. Die kunnen aan de schakeringen van water ook bijvoorbeeld aflezen welk weer het wordt. Die hebben een heel ander soort gevoel ten opzichte van water. En ik voelde me daar op de een of andere manier een soort zintuigelijke onbenul vergeleken met die mensen. Het leven was te hard daar, dus ik dacht, ga snel weer terug. Ik ga veilig naar een universiteit, want vissen, dat is uiteindelijk voor mij helemaal niks. Hoewel ik ze wel lekker vind, moet ik zeggen, die vissen. Daar begon het al mee, een ongoing fascination voor water. En dat is in zekere zin is dat altijd mijn hele een drijfveer geweest in alles wat ik doe. Sommige mensen vinden mijn denken ongedisciplineerd en dergelijke. Nou, dat heeft iets met water te maken. Ik denk dat denken zelf vrij waterig is. Anders dan problemen oplossen of iets dergelijks. Dus in die zin heb ik geprobeerd om een verhaal te schrijven dat ook behoorlijk waterig is. Dus als u concrete oplossingen wil voor een bepaald soort probleem, dat krijgt u in dit boek niet. Dan moet u het niet kopen. Maar als u zich wilt laten meevoeren, ik probeer water op de een of andere manier te laten sprinkelen, te sprankelen of iets dergelijks, dan wordt het misschien heel mooi. Dat weet ik niet. Dit is een concrete aanleiding. Dit is een schilderij van Judith Steenkamer. Die zit hier ook in de zaal, ik weet niet waar. Daar zit Judith. En Judith heeft dit gemaakt, dit schilderij, dit fantastische schilderij. En dit is een schilderij van de man toen hij koning was. Of toen hij nog geen koning was, excuus. En Willem-Alexander meldde zich op een gegeven moment. Hij stond een beetje bekend in Nederland als prins Pils. En dat was eigenlijk een man die niet heel populair was. En Willem-Alexander die meldde zich in 1997 bij Paul Witteman. En die zei op een gegeven moment tegen Paul Witteman, u moet mij interviewen. Want Willem-Alexander wilde laten zien dat hij op de een of andere manier toch iets serieuzer was dan dat epiteton Ornans prins Pils suggereerde. Dus hij heeft toen, laten we zeggen, Paul Witteman in de arm genomen. En die Paul Witteman,
die interviewde hem toen. En Paul Witteman die viel zowat van zijn stoel van verbazing toen onze vriend Willem-Alexander, toen nog prins, vertelde dat hij een onderwerp gevonden had waarin hij zich wilde vastbijten en dat onderwerp was watermanagement. Watermanagement. Ik dacht echt bij mezelf van, ik zag dat interview destijds, ik was ook wel geïnteresseerd in de toekomstige koning. En toen dacht ik, watermanagement, ik ga een boek schrijven waarin ik de koning ga uitleggen, de toekomstige koning toen nog, dat ik de koning ga uitleggen dat je water niet kunt managen. Nou, dat was aanvankelijk de insteek. Dus ik ga een boek schrijven eigenlijk tegen watermanagement. Ik vond het geen goed idee. Maar toen dacht ik op een gegeven moment van, ik las daar allemaal dingen over en ik was ermee bezig. Boeken van ingenieurs, je sprak er met mensen over. Je was constant bezig met het thema. En je merkte dat er zoveel mensen waren die er zoveel verstand van hadden. Als je een beetje met dijkgraven praat of met muskusrattenvangers en al dat soort mensen heb ik gesproken, dan kom je er al heel snel achter dat je in feite helemaal niks weet van water. En dat je er eigenlijk heel weinig van af weet. Toch had ik dat idee, een soort idee fix, past ook niet bij vloeibaarheid en zo, maar ik moet iets over water schrijven. De prins had een onderwerp gevonden waarin hij zich wilde vastbijten en eerlijk is eerlijk. Hij heeft zich behoorlijk goed van zijn taak gekweten. Hij weet behoorlijk goed van de hoed en de rand als het om water gaat. En helaas, dat moeten we dus ook constateren, hij heeft al zijn functies in zaken watermanagement moeten neerleggen sinds hij koning geworden is. Elk ambt heeft zo zijn nadeel, kun je hier uit afleiden. Dit is aanleiding 1 om een boek te schrijven. De koning. Dit is aanleiding 2. Niet alleen deze mevrouw, maar een hele hoop boeken waarin een soort zorg blijkt over de toestand van het water. Dit is Corula Rooyendijk. En die heeft een boek geschreven, De Waterwolf, heet dat. En in dat boek legt ze uit hoe de strijd van Nederland, wij leven in een land waarin we doorlopend een min of meer antagonistische verhouding hebben ten opzichte van water. Dat wil zeggen water waarmee we strijd moeten voeren. Denk aan Luctor et Emergo, dat soort uitspraken. En zij maakt zich grote zorgen. Ze is een hydroloog en wateringenieur. Zij maakt zich in dat boek bijvoorbeeld grote zorgen over de manier waarop wij met water omgaan. En vooral ook grote zorgen over de insouciance, de zorgeloosheid die er is met betrekking tot water in ons land. De dijken die zijn steeds poreuzer aan het worden, de zeespiegel stijgt. Ons land faalt wat haar betreft als het gaat om bescherming ten opzichte van de zee. Er is dus een zekere zorg over water. Die zorg is niet alleen omdat water voor ons in dit land op de een of andere manier heel gevaarlijk kan worden. Die zorg die heeft ook sterk te maken met milieuonrust en dergelijke meer. Dit zijn de laatste regels, of de voorlaatste regel is dit. En die wil ik toch even met u lezen in het boek. De dijken zullen niet versterkt worden. Er is geen politieke bereidheid voor om daar geld voor uit te trekken, zegt ze. Een nieuwe stormvloed zal, dus vroeg of laat, door de Nederlandse zeewering heenbreken en met daverend geweld de Randstad instromen of Zeeland doen verdrinken. Er volgt nog één zin achter deze zin van mevrouw Rooyendijk. En dat is stiltjes gromt de waterwolf. Nou, je leest dit soort literatuur, lees je heel veel. Dat water iets gevaarlijks is, dat water ons bedreigt. Maar ook dat we water eigenlijk niet op de agenda hebben staan. Dat water op de een of andere manier iets is wat ons op allerlei mogelijke manieren zou moeten verontrusten, maar we doen het niet. Ik zie dat bijvoorbeeld thuis, als mijn kinderen douchen. En die staan bijvoorbeeld rustig 30 minuten onder de douche, om maar eens iets te noemen. En dat is en dan zeggen ze, als ik maar 5 minuten douche, dat ik in 5 minuten douchen onmogelijk schoon kan zijn. Dus kennelijk hebben zij 30 minuten nodig om de stank van hun huid af te wassen. En dat is een, laten we zeggen, een ongoing discussion bij ons in huis. Dit is aanleiding 2, die zorgeloosheid over water, die tegelijkertijd tegenover de zorg die deskundigen, zoals deze
mevrouw Rooyendijk hebben, staat. Wij verhouden ons heel dubbelzinnig ten aanzien van water. En de derde aanleiding is puur filosofisch. Dit is de meneer. Taal is van Mileten genaamd. Hij leefde van 624 tot 545 voor Christus. En taal is van Mileten is de eerste filosoof. Zo wordt hij over het algemeen aangeduid. En over taal is van Mileten wordt doorgaans gezegd, daar begon de filosofie mee. En dan haal je een tekstboek van filosofie en dan zie je meestal ongeveer een halve bladzijde, een derde bladzijde aan Thales van Mileten gewijd. Wat zei die Thales van Mileten? Die zei in feite helemaal niks anders dan dat de oergrond van alle werkelijkheid, de arche, zoals die oude Grieken dat noemden, dat dat water was. Dat is een zeer merkwaardige gedachte. Waarom is dat water? Voor die tijd werd de werkelijkheid bepaald door goden, door mythologie. Thales wordt ook over het algemeen gezien als de eerste die de overgang van mythologie naar wetenschap gemaakt heeft. En dat was in feite het hele idee. Maar deze meneer zei water. Hij benoemt dus iets zintuigelijks. Maar dat wordt op de een of andere manier in de klassieke teksten over filosofie nauwelijks gereflecteerd. Eerstejaarsstudenten filosofie, die leren alleen maar. Thales, dat was iemand die zei water is de oergrond, zou je kunnen zeggen. En daarna vergeten ze dat. Zo is in feite de hele filosofie, dat waterige begin van de filosofie, eigenlijk kwijtgeraakt. Dat is vreemd. In het boek probeer ik, dat doe ik al meteen in het voorwoord, want ik zit nog maar in het voorwoord. Probeer ik een beetje uit te leggen dat die Chinezen ook een waterig begin hadden. De Chinese filosofie heeft ook water helemaal centraal gesteld. Altijd volledig centraal gesteld. En tegelijkertijd heeft de Chinese filosofie nooit afstand genomen van water. De Chinezen hebben altijd in water gedacht. In vloeibaarheid gedacht. In procesmatigheid gedacht. Liquiditeit en dergelijke staat voorop in dat Chinese denken. Dat is nogal belangrijk, want het is ongeveer de enige geschreven traditie die, laten we zeggen, min of meer zou kunnen concurreren met het Europese, Grieks-Europese denken. Dus de beide tradities beginnen dus met water. Maar in de Grieks-Europese traditie zie je dus een neiging om dat water onmiddellijk te verdoezelen. Te verstoppen. Alsof het, zou je kunnen zeggen, op de een of andere manier niet bestaat. En dat zie je al bij Herakleitos komen, 100 jaar na Thales. Maar dat gaat zeker doorgevoerd worden bij figuren als Plato, Aristoteles en dergelijke meer. Dus je zou kunnen zeggen dat die hele filosofie, en als filosoof heeft mij dat altijd verbaasd, dat waterige begin van zichzelf altijd heeft genegeerd. Iets wat ik probeer te bekritiseren in het boek. Een van de motieven in het boek is, wij zouden dat waterige begin eigenlijk opnieuw moeten denken. Daarom ben ik erin geslaagd om ongeveer 40, 50 bladzijden over Thales van Mileten te schrijven. En dat allemaal slechts gebaseerd op één zin. Want van deze manier is maar één zin overgebleven uit de oudheid. Dus ik heb 40 bladzijden over één zin geschreven. En dat is in feite de hele gedachte. Maar uit die ene zin, de grond van de hele werkelijkheid is water. Die zin is het. En die zin die wordt geciteerd bij Aristoteles, heb ik geprobeerd om daar een soort boek op te baseren. Nou hebben niet alle filosofen in de westerse traditie water genegeerd. En dat geldt overigens zeker ook voor dichters, voor schrijvers, voor kunstenaars en dergelijke. Die hebben water wel vaak belangrijk gevonden. Dus wat ik probeer te doen is met name die filosofen aan het woord te laten die plas de prominence hebben gegeven aan water. En dat betekent dus ook dat ik een soort filosofieboek heb geschreven dat een geschiedenis van de filosofie is dat heel anders leest dan andere geschiedenissen van de filosofie. In bijna alle geschiedenisboeken van de filosofie kom je de grote namen tegen. Het begint ergens met die oude zakken als Thales van Mileten. En dan vervolgens ga je over naar iemand als Socrates en dan Plato en dan Aristoteles. En dan in de moderne tijd krijg je Descartes en Kant. Zo ziet een standaard boek, ook voor kinderen, helaas, van filosofie eruit.
Ik heb met name marginale filosofen centraal gesteld. Dat wil zeggen filosofen die geprobeerd hebben om dat water-element helemaal centraal in hun werk te benoemen. Dus in mijn boek is een hele andere geschiedenis van de filosofie. Geschiedenis waarin Thales eigenlijk in ere hersteld wordt in de filosofietraditie. Maar waarin ook namen als Lucretius, namen als Dante, normaal gesproken niet gezien als een filosoof. Maar ook namen als in de hedendaagse tijd Melville, ook niet gezien als een filosoof. Helmreich, ook meer een antropoloog dan een filosoof. Enzovoort, helemaal centraal staan. Allemaal mensen die uitgebreid over water hebben geschreven. En dat is iets wat ik heb geprobeerd te doen in het boek. En dat heeft een behoorlijk omvangrijk boek opgeleverd. Goed. Het resultaat is dus een boek dat als een alternatieve filosofie geschiedenis water evoceert, verheerlijkt en bewondert. Water is volgens mij dus ook vooral iets moois. Dat heb ik ook van sommige mensen geleerd, die mij ook voortdurend hebben duidelijk gemaakt, als je daarmee spreekt, dat water niet alleen maar iets is waarbij we ons niet helemaal pluis moeten voelen, maar dat het vooral ook iets moois is. Die traditie kennen we ook wel, maar niet, gek genoeg, in de filosofie. En dat is vreemd, met uitzondering van die marginale filosofen, zou je kunnen zeggen. Dus water is leuk. De ondertitel van het boek, dat is een geofilosofische geschiedenis. Wat is dat nou weer voor begrip, geofilosofische geschiedenis? Geofilosofie, dat is een term van Gilles Deleuze en Félix Guattari. Twee Franse filosofen die dat in 1995 in een boekje stopten, dat heette Qu'est-ce que la philosophie? Dat is op zich een heel obscuur, onduidelijk hoofdstuk wat ze daarin schrijven over, dat weet jij, maar een heel onduidelijk, niet helemaal helder hoofdstuk. Maar eigenlijk, en nou moet ik even heel filosofisch gaan praten, proberen Deleuze en Guattari duidelijk te maken dat de hele kennisproductie in het Westen niet alleen maar een dans is die plaatsvindt tussen subject en object. Of om het heel duidelijk te maken. Hè? Ik zie bijvoorbeeld een object, dit spreekgestoelte, bang. Hè? Ik, subject, dat is het object. En eigenlijk heeft het Westen alleen maar gedacht dat kennis tot stand komt door een soort intimiteit tussen dit subject en dat object. En verder helemaal niks. Wat Deleuze en Guattari denken, en dat zie je ook bij andere filosofen die ik vaak bespreek, is dat kennis eigenlijk niet alleen maar tot stand komt door subject en object tegenover elkaar te plaatsen, maar dat subject en object, hè, dat er allerlei ruis, de term is van Michel Serre, ook een filosoof die veel voorkomt, dat er allerlei ruis meeklinkt. En een van de ruissoorten die in kennisproductie voortdurend meeklinkt, dat is bijvoorbeeld het land. Deleuze en Guattari wijzen ons erop, en dat doen ze in navolging van iemand die zij zeer bewonderen, Friedrich Nietzsche, dat je om een filosoof te begrijpen, maar ook om een mens te begrijpen of om een politicus te begrijpen, moet je kijken naar het land waar die uitkomt. Je moet dus op de een of andere manier dus ook niet alleen maar denken dat zo'n persoon geïsoleerd is. Een soort geïsoleerde aanwezigheid. Die neiging hebben we heel sterk. Op het moment dat we een boek pakken, gaan we het boek zien. En dat is de tekst. Ik weet nog heel goed dat ik als filosoof van mijn leermeesters op de Radboud Universiteit heel vaak leerde, je moet de tekst centraal stellen. Je moet kijken naar wat er geschreven is. Deze mensen die zeggen, die tekst die is wel heel belangrijk, maar je moet vooral ook kijken naar waar die tekst geschreven is. En waar er gedacht is. Dus je moet in zekere zin het land meenemen in je hele reflectie over filosofie. Maar dat geldt niet alleen dus voor filosofen, dat geldt ook voor politici. Of om het anders te zeggen, de Griekse crisis, waar we anderhalf jaar geleden allemaal over hadden, kun je niet begrijpen zonder dat je kijkt ook naar het soort van land waarin die Grieken wonen. Dat speelt een zeer belangrijke rol, denk ik ook. Griekenland is in zekere zin helemaal geen eenheid.
Wat ik bijvoorbeeld aan de hand van Thales laat zien, is dat die discussie over de eenheid van Griekenland, men spreekt wat dat betreft ook wel eens van panhellenisme, dat die discussie over de eenheid van Griekenland al 2500 jaar voor Christus gevoerd werd. En die discussie die speelt eigenlijk vandaag de dag nog steeds. Wij behandelen Griekenland als een soort eenheid, als een soort eenheidsstaat die zich moet conformeren aan de eisen van het Internationaal Monetair Fonds. Maar hoe krijg je de mensen in zo'n veelsoortig verspreid land, kijk maar gewoon naar de landkaart, hoe krijg je die zover? Dus die geofilosofie die zegt dus van tussen subject en object dringt altijd het land, de omgeving waarin dingen gebeuren, altijd door. Dus wat ik ook geprobeerd heb in dit boek is dus die geofilosofie helemaal centraal te stellen. Gedachte daarbij is onder meer dat ik me realiseerde dat de meeste mensen in de wereld in de buurt van water wonen. Er zijn demografische gegevens die bijvoorbeeld aantonen dat ongeveer 70% van de mensen minder dan 50 kilometer van de zee afwoont. Dus die zee die danst ook op een gegeven moment mee. Je zou mijn boek dus ook eigenlijk kunnen zien als een niet als een geofilosofische geschiedenis, maar als een hydrofilosofische geschiedenis. Maar dat grapje, dat vond ik nou echt te flauw. Dat leunt te veel op Deleuze en Guattari. Boodschap van Deleuze en Guattari, en dat is een van de duidelijkste zinnen in dat hoofdstuk dat ze eraan wijden in Qu'est-ce que la philosophie, is le paysage mental. Dat wil dus zeggen, het landschap is ook mentaal. Dat wil zeggen, het landschap denkt mee met het denken. Of het landschap produceert ook kennis, waar wij ook kennis als het ware produceren. En dat probeer ik in het boek ook in feite voortdurend te doen. Wat ik laat zien is niet alleen hoe wij over water denken, maar ook hoe water als het ware, en dat is misschien het moeilijkste te accepteren, meedenkt met ons. En water speelt een rol in die hele reflectie. Dus dat voor wat betreft de geofilosofie. Dat is, zou je kunnen zeggen, een soort van methode die ik gebruik. Waar het niet dat ik behoorlijk antimethodisch ben. Dus hoe water meedenkt in de geschiedenis van de filosofie is dus het eigenlijke onderwerp van dit boek. En daar schrijf je dan 140.000 woorden voor. Hoe water meedenkt in de filosofie. Als ik dit bijvoorbeeld aan mijn bedrijfskundecollega's op de faculteit waar ik werk vertel, die denken gewoon, die man is knettergek geworden. Want dit is niet iets wat bedrijfskundigen doen. Dit is niet iets wat heel veel wetenschappers zouden doen. Maar dit is waarschijnlijk wel iets dat op de een of andere manier, juist het bijzondere is van het boek. Ik probeer water een stem te geven in het hele boek. Dat het water dus ook echt een actieve component in denkprocessen vormt. Maar het boek gaat nog over veel meer. Ik ben er nou weer aan het doorlezen. En ik zie dus allemaal passages. En ik denk, god, stond dat er weer in? En oh ja, dat stond er weer in. Iedereen denkt altijd dat je de volledige controle hebt over alles wat je schrijft. Maar heel af en toe denk ik, oh jee, dat is toch ook alweer een jaar geleden dat ik dat geschreven heb. Zo gaat het dan. Wat ik nu ga doen, is een aantal thema's, 10, benoemen. Ik zal daar kort wat over zeggen. En dan moet het maar voorbij zijn met de boekpresentatie, want dan wil ik vragen beantwoorden van Pieter. 10 thema's speelden een grote rol. En die thema's die zitten allemaal in 10 hoofdstukken verborgen. Het zijn niet zozeer alleen maar de hoofdthema's van ieder hoofdstuk, maar het zijn de dingen die ik bespreek. En steeds weer gaat het om water. Eerste vraag, die bespreek ik in hoofdstuk 1. Waarom werd water ooit gezien als grond van de werkelijkheid? Ik zei net, dat is precies wat Thales van Mileten doet. Water is de grond van de werkelijkheid. Grond of arche of oerprincipe of dat wat ermee begint. Er is dus niets zonder water, zou je kunnen zeggen. Water is buitengewoon belangrijk. En de tweede vraag die daaraan gekoppeld is, waarom doen we dat dus nu niet meer? Het argument dat ik probeer te geven is dat water als concept, als filosofisch concept, niet flexibel genoeg was om een eenheid te geven aan de veelheid van de Griekse archipel.
Dat is dus een vrij moeilijke gedachte, maar ik probeer mij dus echt af te vragen waarom die Grieks-Europese traditie op een gegeven moment water in een verdomhoekje heeft gestopt. Je ziet het al bij Heraclitus, die bijvoorbeeld zegt, alleen een droge ziel kan denken. Dus op een gegeven moment is de reflectie van mensen over dat water niet zozeer zintuigelijk geworden, maar hebben de mensen gewoon gedacht van, wij moeten gewoon klaar een kop behouden. Wij moeten gewoon dat water, dat moeten we verbannen als het ware. Omdat het droogte veel beter is om te denken. Je moet je nooit laten benevelen door iets wat met verdrinking en dergelijke te maken heeft. Ik kom daar straks op terug. Dat is een thema van zeg maar het eerste hoofdstuk. En dat gaat vooral over Thales van Mileten. Hoofdstuk 2. Waarin ik de Italiaanse filosoof Massimo Cacciari centraal stel. Dat doe ik niet zomaar. Massimo Cacciari is een voorbeeld van iemand die geïnteresseerd is in de zee. Het is een man geweest die ongeveer 14 jaar burgemeester is geweest van zeestad Venetië. Zeer belangrijk, ook in die periode. In lange periodes van de geschiedenis, moet ik zeggen. Die meneer die heeft ook echte geofilosofie bedreven en veel geschreven over de verhouding van land en water. Die filosofen in Griekenland, Socrates, Plato, al die mensen, Aristoteles, die probeerden denken droog te maken. Die probeerden op een gegeven moment water weg te zuiveren. Anders dus dan in de Chinese filosofie. De reden waarom ze dat deden is eigenlijk heel vreemd. Want als er één volk is geweest, ook in de oudheid, die een maritieme existentie verkozen, een beetje zoals de Hollanders en de Engelsen veel later, dan zijn het de Grieken geweest. Die Grieken die reisden, die bouwden schepen, die gingen van eiland naar eiland, die waren zich echt bewust van het feit dat er een soort archipel was. Die Grieken die hielden bijvoorbeeld ook ontzettend veel van vissen, die hielden van zeeslagen en dergelijke. En de macht van Griekenland heeft veel te maken met het gegeven dat ze dus de zeeën bevoeren. Wat andere landen heel vaak niet deden in die tijd. Toch, en dat is heel gek, ga je kijken naar Plato, zie je alleen maar negativiteit ten opzichte van de zee. Ik geef twee voorbeelden daarvan. Plato was van mening dat visserij een laffe jachttechniek was. Waarom? Je gooit je netten uit en dan is het wachten tot ze toehappen. Dat is heel anders dan jachttechniek op land. Want dan moet je een pijl en boog pakken en dan moet je handig zijn en dan moet je slim zijn en zo. Dus nee, jagen op zee, vissen dus, dat is eigenlijk pure lafheid, aldus Plato. Een ander voorbeeld dat je ook tegenkomt, en dat zie je al in de eerste zin van het belangrijkste boek dat Plato schreef, De Republiek. Wij gingen naar beneden, naar Piraeus, dat staat er ongeveer. Het eerste woord van het boek is kataben. Kataben is Grieks voor wij gaan omlaag. Wij dalen af. Dus steeds als je naar de haven gaat, dan daal je af. En ik ben wel blij om te zeggen dat de organisatie Soeterbeek u ook heeft laten afdalen naar dit gebied. Want dit is uiteindelijk een havenbuurt. En in Nijmegen bestaat dat ook eigenlijk. Het lage, het verkeerde, het waar het niet pluis is, dat zijn de havenkwartieren. In Nijmegen hebben we het waterkwartier. Ik ken wel mensen die in het waterkwartier wonen. En ik woon zelf op de heuvel. En als ik dan zeg tegen die mensen dat ik mensen ken in het waterkwartier, dan geloven ze hun oren niet. Zo griezelig vinden ze dat. Vragen ze zich in feite gewoon af of daar mensen wonen. En overal waar je dus ook komt, dan zie je dus dat alles wat bij de haven in de buurt is, loesje volk, hoerenlopers, messentrekkers en ga zo maar door. Precies het soort van volk dat je eigenlijk niet wilt. En waar je als het ware, zou ik willen zeggen, verre van moet houden. Nou, dat begint dus bij Plato. Die afkeer, dat wantrouwen tegen alles wat de zee heeft. Dat heeft ook trouwens bepaalde consequenties die ook sterk te maken hebben met het begin van niet zulke frisse zaken als genocide en dergelijke of xenofobie. Havens zijn ook de plekken waar de vreemdelingen het eerste aankomen. En je ziet dus doorheen het hele boek van Plato, De Republiek, zie je dus een idee van dat, dat, die, uh,
dat die vreemdelingen die in die havens zijn, dat die eigenlijk de identiteit en de eenheid van Griekenland bedreigen. Dus de vraag die je naar aanleiding daarvan kunt stellen is, hoe krijg je eigenlijk een moeten wij uitgaan van meerstemmigheid, veelsoortigheid en daar een logos aan verbinden, een logica aan verbinden? Of moeten we gewoon uitgaan van het feit dat die werkelijkheid eenstemmig is en niet meerstemmig? He? En dat dit dan de logica is. Beetje moeilijk, maar dat staat in feite centraal in het tweede hoofdstuk. Die hele vraag. En dat allemaal aan de hand van onder meer Cacciari. Maar ik bediscussieer ook Odyssee en allerlei andere auteurs. Hoofdstuk 3 gaat over Herakleitos. En Herakleitos is wel een waterfilosoof, maar hij is al de eerste die een distincte afkeer van water ontwikkelt. Water valt niet te vertrouwen. En een van de vragen die hij zich stelt, ik ga niet heel lang in op meneer Herakleitos, maar een van de vragen die hij zich bijvoorbeeld stelt, wat hebben slapen en verdrinken eigenlijk met elkaar te maken? Zijn hele idee is, als een mens slaapt, dan neemt langzamerhand water het over van deze figuur. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen hugresti en hudor. Hugresti, dat is vochtigheid. En hudor, dat is water. Dat is helemaal doordrenkt met water. En als je een lichte slaap hebt, ben je een beetje vochtig. Dat is nog niet echt gevaarlijk. Maar als je echt een diepe slaap hebt, dan ben je doorweekt. En het totale doorweken, dat komt pas op het moment dat je dood bent. Dus wat Herakleitos in feite doet, is hij maakt in feite een verbinding, zou je kunnen zeggen, tussen de dood en het water. Heel expliciet. Ook daar waar het ons lichaam raakt. En daarmee zie je dus voor het eerst dus in die presocratische tijd al, dus die anti-watertendens, die zie je al voor die zie je al voor Plato tot stand komen. Die zie je bij Herakleitos dus ook al van water is niet helemaal pluis. Het is gevaarlijk. Het is link. Hij zal dan ook zeggen dat het oerelement niet water is, maar dat het oerelement vuur is. Want vuur, dat is iets wat de geest aanspoort en aanzwengelt en dergelijke meer. Ja, dat was hoofdstuk 3. Mooi plaatje, vind ik. Hoofdstuk 4 maak ik in één keer een hele sprong in de geschiedenis. Want in hoofdstuk 4 staat de figuur, de Italiaanse schrijver en dichter Dante centraal. Dante staat helemaal niet bekend in filosofie. Je zult Dante ook zelden tegenkomen in een filosofie tekstboek of filosofie handboek. Dante is de grote schrijver van Inferno, de Goddelijke Comedie. U kent die boeken allemaal wel, hè? Dus, en dat is de bedoeling. Maar Dante schreef ooit eens een heel klein tekstje. En dat hele kleine tekstje, dat vlak voor zijn dood geschreven werd, en dat pas 300 jaar later echt gepubliceerd werd, dat heet De Aqua et de Terra. En dat is een kleinodie, mag ik wel zeggen. Een prachtig tekst, waarin een typisch scholastieke vraag centraal staat. Een vraag waar alleen maar middeleeuwse filosofen, u moet weten, middeleeuwse filosofen hielden zich heel vaak bezig met hele rare vragen. Zoals bijvoorbeeld, hoeveel engelen kunnen er op een punt van een naald zitten? En dat vind ik een hele interessante vraag. En deze vraag, die is met name ook heel erg interessant, omdat die hij stelt over water. Wat ligt nou eigenlijk boven wat? Ligt water nou boven de aarde? Ligt water op de aarde of ligt de aarde op het water? En dat was een majeure wetenschappelijke discussie in de 13e eeuw. Dat kunnen we ons eigenlijk niet voorstellen. Maar het was een zeer belangrijke discussie. Al die middeleeuwers, die veel Aristotelischer waren dan Aristoteles, die gingen uit van het Aristoteliaanse wereldbeeld. En die zeiden dus, aarde is in het centrum en daarover ligt water. Want aarde is het zwaarst, dus moet dat in het centrum zijn. Maar Dante, en daarom voer ik hem op, dat was iemand die zei van, wij moeten niet uitgaan van denkmodellen, van een soort logica, wat we sinds Plato altijd geleerd hadden. We doen er goed aan om eens te kijken hoe het zit. Dus bij Dante, in Dante zie ik een soort overgangsfiguur naar een wat meer empirische kijk op water. Naar een wat meer zintuigelijke kijk op water.
Hij zegt eigenlijk, hij heeft dat zelf niet vaak in zijn leven gedaan, bevaar de zeeën, ga weg en kijk hoe het is. Doe dat nou eens. Hè? Dat je gewoon dat allemaal ziet gebeuren. Dus ik zie Dante als een soort overgangsfiguur, daar ergens in de 13e eeuw, die door zijn tijdgenoten nauwelijks gehoord wordt, maar die wel voor het eerst een soort commando geeft van bevaar die zeeën, ga gewoon kijken hoe het zit. En drijf niet alleen maar op wat je denkt. He, dat is nogal belangrijk. Hoofdstuk 5. Daarin bespreek ik Empedocles. Empedocles wordt gezien als de grote filosoof van de elementenleer. Water is een element. Een element, dames en heren, dat is iets wat niet samengesteld is. Nou, het verhaal dat heel vaak gaat, is heel simpel. In de 18e eeuw kwam Antoine Lavoisier, een scheikundige, erachter dat water wel samengesteld is. Hij ontdekte dat water een molecuul is. Nou, waar dit hele hoofdstuk over gaat, is in feite dat ik recht wil doen aan dat molecuul. Het verhaal dat je veelal in de filosofie leest, is eigenlijk is die ontdekking van het feit dat water een molecuul is, dus de molecularisering van water, is iets heel slechts geweest voor water. Want sinds water, lezen we heel vaak, geen element meer is, hebben wij onze mystieke connectie, onze ecosofische verband met het water, zijn we eigenlijk kwijtgeraakt. Dat soort dingen die lees je ontzettend veel in de filosofie, waar een bepaald soort anti-wetenschappelijke attitude in zit. Ik denk dat daar helemaal niks van klopt. Ik denk dat die wetenschappers, juist door de ontdekking van het feit dat water een molecuul is, dat ze eigenlijk nog veel meer begeesterd zijn geraakt, bespookt zijn geraakt over het mysterie dat water is. Het mysterie is niet weggenomen door van water niet langer een element te maken. Het mysterie is is er nog volop, juist door van water een molecuul te maken. Dus ik besteed heel wat bladzijden aan hoe merkwaardig dit molecuul is. Het hoofdstuk heet het molecuul dat van zijn eigen vloeibaarheid houdt. Een van de gekke eigenschappen van het molecuul water is dat het bij 0 graden, dat weten jullie allemaal, dat het bij 0 graden overgaat in een vaste vorm en dat het bij 100 graden overgaat in een gasvorm. Die spannen van 0 tot 100, dat is eigenlijk heel veel voor een vloeistof. Bij andere vloeistoffen is de temperatuurverschil veel kleiner. Vandaar dus dat ik op het idee ben gekomen om te zeggen, het is een molecuul, dat is natuurlijk een poëtische evocatie, dat van zijn eigen vloeibaarheid houdt, omdat het zo lang mogelijk vloeibaar wil blijven. Daar geef ik nog veel meer voorbeelden van, hè, van die scheikundige eigenschappen. Een discussie die daarbij ook gevoerd wordt, is dat ik van mening ben dat heel veel, filosofen geen goed idee hebben van hoe wetenschappen functioneren. En ik probeer die wetenschappen een beetje te beschermen tegen de aantijgingen van ecosofen en dergelijke meer. Dus als er vandaag in Trouw in een recensie van het boek staat dat dit alleen maar een poëtisch bezweren van water is, dan heeft die meneer geloof ik niet begrepen dat ik ook een boek heb geschreven over de verhouding die we hebben tot de wetenschap. En dat ik de wetenschap alles behalve desavoueer in het boek. Daarna gaan we politiek bedrijven. Beetje zoals Thales al deed, hè, met de politiek. Zijn logos, idee. Hè, water is de hudor van alles. Wat in feite de bedoeling om ook een eenheid in Griekenland te denken. Belangrijk is natuurlijk ook Hugo de Groot. Ook iemand die niet veel tegenkomt in filosofieteksten. Hugo de Groot die schreef een boek. Wel heel erg invloedrijk natuurlijk, maar vooral in rechtsfilosofie. Hugo de Groot die schreef een boek. Dat heet Mare Liberum, de Vrije Zee. He, dat schreef hij ook in opdracht van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Jacob van Heemskerk had ergens een Portugees schip getorpedeerd, helemaal leeggeplunderd. En die rijkdommen die op dat schip vergaard waren, begin 17e eeuw, 1606 of zo was dat, meegenomen naar Nederland. En daar waren de Portugezen kwaad over. En toen kreeg Hugo de Groot de opdracht van mensen van de VOC om een boek te schrijven. Dat eigenlijk uitlegde dat je niet zoals de Spanjaarden en de Portugezen onder de bezielende leiding van de paus, ik denk hier aan het Tordesillas-akkoorden, eind 16e eeuw,
onder de bezielende leiding van de paus zich de wereldzeeën hadden toegeëigend. Niemand kan zich de zeeën toe-eigenen. Dat is een dogma dat heel lang is blijven staan. Hè, dat ook tot op de dag van vandaag geldt. De zee is in feite een vrije zee in de zin van een wetteloze zee. Op zee gelden meestal geen wetten. Wel op de schepen, maar de schepen worden gezien als een stukje land in zee. Ik leg dat allemaal uit in dit hoofdstuk. Maar de onderliggende vraag is, kunnen wij de zee nog zien als een mare liberum? Kunnen wij de zee nog echt zien als een vrije zee? Kunnen wij de zee, want dat zijn de vooronderstellingen die daarbij gelden, ook nog echt begrijpen als een zee die te maken heeft met onuitputtelijkheid? Dat we zomaar kunnen nemen van de zee. Dat die zee zich altijd weer herstelt. Dus ik probeer het beeld te geven dat die mare liberum, dat dat een concept is dat we misschien moeten opgeven in de hele politiek. En ook in het rechtsfilosofische denken. En dat we misschien over moeten gaan naar datgene wat we de mare restrictum zouden kunnen noemen. En een zee die beperkingen heeft. Dat is hoofdstuk 6. Hoofdstuk 8 bespreekt de vraag hoe waterig wij zelf zijn. En er zijn filosofen die een antropologie hebben ontwikkeld die je amfibisch zou kunnen noemen. Wij zijn wezens die op de een of andere manier graag op droge zijn, maar ook graag op het water. Op het moment dat u verwekt bent, was, gaat u eerst eens 9 maanden zwemmen. Dat is ongeveer het idee. Dus wij zijn, zoals Peter Sloterdijk dat formuleert, elementwekselaar. Wij gaan van element naar element in het leven. Wij zijn net zo waterig en aquatisch als bijna alle andere wezens op de wereld. In weerwil van het feit dat dat denken hartstikke droog is geworden. Ik bespreek in dit hoofdstuk, dit is het enige hoofdstuk waarvan de rudimenten zeg maar ook eerder gepubliceerd zijn in het tijdschrift van filosofie en in Environmental Planning and Dier, dat is zo'n academisch tijdschrift. Maar dat heb ik een beetje gepikt en zo. Dit hoofdstuk is dus een voorbeeld van zelfplagiaat. En ik probeer uit te leggen dat wij wezens zijn die met één been gewoon netjes in het water staan en met andere been op het land. En dat dat ook zeer belangrijk is geweest voor de genesis, zou je kunnen zeggen, van het hele kapitalistische denken. Dat we niet alleen maar landwezens zijn, maar ook zeewezens. Want zoals Hegel ooit eens formuleerde, het kapitalisme ontstaat pas over de zee. En dat is nog steeds het geval, dames en heren. Want veruit de meeste handel over de wereld, ook vandaag de dag nog, vindt plaats over de zee. Via boten en dergelijke meer. Zonder de zee is de economie niks. En let wel, dat is dus een soort wetteloosheid die in het hart van het hele kapitalistische systeem zit. Dus vandaar de simpele vraag. Zijn mensen amfibieën? Kapitalisme. Dat is een hoofdstuk. Dat verwijst naar een hoofdstuk dat gaat over Moby Dick. En ik probeer uit te leggen waarom Moby Dick waarom Herman Melville, de schrijver van Moby Dick, in de walvisvaart eigenlijk een verloren industrie zag. Je kunt deze industrie niet meer doen. Het hoofdstuk heet Opgewoelde Wrongel. Dat vind ik de mooiste titel van alle hoofdstukken die ik bedacht heb. En dat is een citaat uit Moby Dick, uit de Nederlandse vertaling van Barbara van der Pol. Zij heeft dat heel goed bedacht. En Moby Dick is wit. En ik kan daar heel veel over zeggen, maar ik geloof dat het kapitalisme ook wit is. Kapitalisme is niet rood of blauw, zoals sommige managementgoeroes willen. Maar kapitalisme is gewoon hartstikke wit. Precies zoals alle kleuren eigenlijk samenkomen in wit, zo komt alles wat van waarde is samen in geld. Dit is precies de redenatie die Herman Melville maakte. En Melville is een schrijver die ik eigenlijk als een filosoof behandel in dit hele boek. En een schrijver die enerzijds zegt van die oude walvisvaart, dat is een gepasseerd station. Dat past niet meer bij deze tijd. Maar die tegelijkertijd ook de gruwel ervaart die Captain Ahab, de baas van de boot de Pequod, dat is de boot waarop ze achter die walvis aangaan,
eigenlijk ook sympathiseert met die kapitein. Met zijn hele walging voor de nieuwe tijd. Met zijn walging voor het kapitalisme. Met zijn walging voor die grote walvis. Heel kenmerkend voor het hele boek is dat die walvis dus overal is. Hij circuleert overal. Hij danst overal. Hij duikt naar grote diepte. Het is echt een pelagische soort. Of een pelagisch dier. Om het maar zo te zeggen, komt overal waar water is, duikt hij op en dergelijke. En dat zie je aan kapitalisme ook. Kapitalisme dringt overal door. Kernmoment van kapitalisme, dat schrijft een filosoof die ik ook erg belangrijk vind in het boek, dat is Karl Marx. Een kernmoment van het kapitalisme is natuurlijk circulatie. Daar draait in feite alles om. Wat Melville laat zien in zijn roman, is precies dat die Moby Dick ook alleen maar circuleert. Ik geloof dus dat ik textuele evidentie heb om te laten zien dat dat boek, de Moby Dick, maar ook andere boeken van hem, denk maar eens aan Bartleby, de Scrivener, of denk maar eens aan Billy Budd, allemaal precies hetzelfde, die noem ik ook wel in het boek, dat allemaal boeken zijn die aan de wortel staan van het kapitalisme. Met name ook het Robber Baron kapitalisme, waar Herman Melville toen hij zijn boeken schreef getuige van moet zijn geweest. Wie mij niet gelooft, doet er goed aan om te beseffen dat een van de vroegste prominente bewoners van Wall Street Herman Melville was. De schrijver van Moby Dick. Dus die heeft het allemaal zien gebeuren. Hoe dat allemaal tot stand komt. Dit is Bondi Beach. En Bondi Beach is een prachtig strand in Sydney. Wie kent dat? Ja, jij. Nee, wie is er wel eens geweest? Ja, er zijn mensen geweest. Ja. En dat is een beroemd strand en paar mensen maar. Ik denk dat is wereldberoemd, daarom kies je dat uit voor het retorische effect. Maar Bondi Beach werd ooit eens getroffen door een mysterieuze scharlakenvloed, zoals het genoemd werd. De Crimson Tide. En die Crimson Tide... In dat zwembad, je hebt daar bij Bondi Beach heb je een zwembad, daar hebben wij ook in gezwommen. En daarachter zie je de oceaan. Normaal gesproken is dat zwembad precies de kleur, of is die oceaan heeft precies de kleur die je onder ziet in dat zwembad. He, dus dat is normaal gesproken. En in één keer werd de kleur rood. Let wel, daar gebeurde dus iets heel raars en apocalyptisch in die stad Sydney. Dat kun je ons niet goed voorstellen. He. Westen van de stad stonden de Blue Mountains in de fik. Allemaal rook die de stad ook helemaal deed stikken, als het ware. En in de oceaan werd het in één keer helemaal vuurrood. Dus dat leidde nogal tot wat, laten we zeggen, onzekere gevoelens bij de mensen. En die vonden dat allemaal een beetje griezelig. Al snel bleek dat hier door allerlei evenwichtsverstoringen in het water sprake was van wat we in beste Nederlands term zouden kunnen noemen een zeevonkexplosie. Zeevonk, klein wezentje dat in die zee zwemt, dat allerlei pigmentvormen heeft, maar dat eigenlijk ook opgegeten dient te worden. Wordt opgegeven, blijkt niet opgegeten. Komen er veel te veel van. En dan krijg je dit soort dingen. Men noemt het in het Engels harmful algae explosions. Of harmful algae blossoms. Dat is een term die ik ook, HAE en HAB, die ik tegenkwam. Zijn dus soort algen. Komen veel voor. Veroorzaken huidirritatie. Ze kunnen heel soms gevaarlijk zijn voor mensen. Meestal niet. Maar over het algemeen wordt dit soort processen, en net als vele andere processen, de plasticberg in de zee, de teloorgang van diversiteit in de zee en dergelijke, wordt er over het algemeen gezien als een bewijs voor het feit dat de zee ziek is. Zelf worden wij niet meer zeeziek, laat ik als filosoof niet na om op te merken, daar hebben we medicamenten voor, maar de zee is tegenwoordig ziek. In dit hoofdstuk probeer ik vooral ook te laten zien dat ik grote twijfels heb over duurzaamheidsdiscours. Althans, duurzaamheid is niet mogelijk zonder ook de politieke discussie te voeren over wat kapitalisme met zee doet. Dat is eigenlijk het precieze argument dat ik in dit hele hoofdstuk voer.
Vaak is duurzaamheid iets wat in de context van het kapitalisme zijn plaats heeft. Ik heb daar twijfels over. Nou, die hele argumentatieketen die in dat boek zit, die probeert dat duidelijk te maken. En ik probeer dus ook een beroep te doen op bepaalde inzichten, hè, op wat ik dan vermoed dat een ecologische theorie is, bij Karl Marx. En die ecologische theorie bij Marx is in ieder geval in een embryonale zin aanwezig. Laatste hoofdstuk. Het laatste hoofdstuk gaat over de gedachte dat wij geconfronteerd worden nu in de zee met een soort oersoep. Waar alleen nog maar eencellige, kleincellige en dergelijke in zitten. Gewone vissen worden steeds zeldzamer. De vissen die u op het bord krijgt, ik ook trouwens. Die worden steeds zeldzamer. Ja, je moet vooral niet doen dat je beter bent dan het gehoor waarop je spreekt. En en in die zekere zin zou je kunnen zeggen dat die zee weer bepaalde precambrische trekjes krijgt. Want de eerste zee, voor het grootste deel van de geschiedenis van het leven op aarde, bestonden er alleen maar kleincelligen. Prokaryoten, eukaryoten, ga zo maar door. En die krijgen we niet terug, maar we krijgen andere kleine soorten die erg profiteren van de manier waarop we de zee met z'n allen ziek aan het maken zijn. Dus in zekere zin gaan wij, dat is een soort metafoor die ik gebruik in het laatste hoofdstuk, gaan wij terug naar een soort oersoep. We gaan weer terug naar het begin van de hele geschiedenis, naar het begin van de historie. Dat vindt het kapitalisme niet zo erg, want in die oersoep halen zij allerlei ingrediënten die bijvoorbeeld heel nuttig zijn bij het bestrijden van kanker. Ja, kleine cijfers berekenen dat de visserijindustrie in de Golf van Mexico voor de ramp die daar plaatsvond, naar aanleiding van BP, en ook het toerisme in de Golf van Mexico, echt in geen verhouding staan tot wat men nu vindt daar in de Golf van Mexico. Terwijl de ecologen die daar bezig zijn gewoon zeggen dat die zee dus hartstikke ziek is. Dus de grote vraag die ik dus stel is: wie kookt de oersoep? Wie kookt de echte oersoep? Alle mythologieën, toen de mensen er nog niet waren, vertellen dat er oerwater was, chaotische wateren en dergelijke meer. De Bijbel begint ermee. Tal van geschriften uit de hindoeïstische of boeddhistische filosofie beginnen daar ook mee. In die oersoep zit dus een soort van potentie die op een gegeven moment leven mogelijk maakt. De grote vraag is, de oersoep waarvan wij zelf de kok zijn, de oersoep die we nu van de zee als het ware aan het maken zijn, een beetje een dramatisch beeld, dat geef ik best toe. He, welke potentie heeft die nog? Dat is de grote vraag. En ik laat in dat laatste hoofdstuk vervolgens ook een van mijn grote helden in de filosofie, Michel Serre, aan het woord. En die Michel Serre, die heeft precies over dit soort zaken gedacht. Wat eigenlijk op het spel staat, is de hele simpele vraag: de zee, die altijd gezien is als onze moeder, is die zee nog in staat om nog langer moeder te zijn? Het boek eindigt met deze zinnen. De les van water. Ik moet toch een soort conclusie trekken uit dit hele meanderende overzicht. En de les van water is heel simpel, denk ik. Het is ook een beetje een voorspelbare conclusie. Maar ik heb het geprobeerd om toch enigszins aantrekkelijk op te schrijven. Water brengt alles samen. Water is connectiviteit. Tegelijkertijd grijpt water niets definitief vast. Laat het alles weer glippen, precies zoals degenen die erover nadenken ook moeten constateren dat water uiteindelijk ongrijpbaar is. Water is raken, maar niet grijpen. Raken, maar niet grijpen is de titel van het laatste hoofdstuk. Ook niet begrijpen. Hooguit horen, zien, proeven, ruiken, voelen. Precies taletisch gedacht, hè? Zoals Thales. Je moet die zintuigen moet je inzetten met betrekking tot water. Dit is de les van de oersoep, de zee, van de mist, van de vijver, van de regen en van het glas water dat we iedere dag drinken. Dit is de laatste slide en daar wil ik nog één ding over zeggen. Dit is de kunstenaar Tian Yonghua, die tooit de kaft van het hele boek. Dat is een Chinese kunstenaar. Mijn vrouw zag ooit eens, toen zij met mijn schoonmoeder een galerie bezocht in Oosterwijk, werk van deze man
tentoongesteld. Ze kocht iets van deze man. En ze liet mij ook dit zien. En toen dacht ik, deze plaatjes die drukken in feite precies uit waar het boek over gaat. We staan tot ons midden in zekere zin in het water. En tegelijkertijd willen we dat water, als je goed kijkt, kun je het ook zien. Kijken we niet naar het water, willen we het niet zien, willen we het niet begrijpen. We wenden ons hoofd af. Die Tian Yonghua heb ik toen gevraagd of, is bij de uitgeverij neergelegd, heb ik gevraagd of hij dit schilderij eventueel ter beschikking wilde stellen om als boekcover, het is best een beroemde kunstenaar, ter beschikking te stellen. Dus ik denk, dat gaat vast niet door. Het ging door, dames en heren. Deze meneer wilde daar 250 euro of dollar voor en we zijn hem zeer dankbaar. Ik dank u voor de aandacht. René, waar ik eigenlijk mee wilde beginnen. Ik ga trouwens even hier zitten, want dan kan ik jou ook goed zien, Pieter. Dat is wel zo prettig. Je schrijft in je boek tegen het einde dat iedere keer dat wij een glas water drinken, we er goed aan doen om te beseffen dat alle wateren van de wereld daarin meeklinken. Ja. Wat zeg je dan eigenlijk? Of waarom doen we daar goed aan? Dat vind ik eigenlijk een prettigere vraag. Waarom doen we daar goed aan? Ik denk dat het handig is dat wij... ja, dat is wel een vraag. Ja. Ik ben net klaar met zo'n betoog en dan moet je... Ja, precies. Ik wou net de loftrompet afsteken. En, we kunnen hem ook nog even laten en dan beginnen we met een loftrompet. Nou ja, ik probeer dat we een soort... volledige verhouding krijgen, of nee, dat is krom geformuleerd, maar dat we meer dan alleen maar een consumentistische houding krijgen ten opzichte van water. En dat we ons goed beseffen wat we doen als we water gebruiken. Bijvoorbeeld onder de douche, dat voorbeeld gaf ik ook in mijn lezing, maar tegelijkertijd ook als we water drinken. Hè? En dat is iets heel, heel, heel moeilijks. Wij zien het eigenlijk in het dagelijks leven gewoon als een gebruiksobject. Ja. Maar water is in feite heel mysterieus en heel raar. En ik denk dat het goed is dat we ons dat beseffen als we naar dit glas water kijken. Dat dit verbanden heeft met zee, met water, met wolken, met al die dingen, mist, hè, die ik noemde. Ja. Dus dat probeer ik toch wel echt in het boek naar voren te brengen. Is dit een goed antwoord? Ja, mooi. Mooi. Ja. Ja. Dat is zonder meer gelukt, het boek. Je hebt een heel mooi boek geschreven, René, wederom. Een magistraal boek, zoals op de cover staat. Nou, dat is niet mijn idee om dat neer te zetten. Dus, nee, maar goed, nou. Maar dat klopt. Dat is absoluut waar. Maar het is ook een boek waarin je, althans, ik ben er helemaal in verdronken, zeg maar. Het is ook een boek dat kabbelt, deint, zeg maar. Je overal mee naartoe neemt. Dat is een soort statige oceaanstomer. Naar een heel spectrum van thema's. Want René heeft net een excursie gegeven over het boek en heeft wat tipjes van de sluier opgelicht. Maar het boek bevat inderdaad nog eindeloos veel meer. Veelheid is een thema van het boek, maar die veelheid komt ook tot uitdrukking in het boek zelf. De pre-Socraten, Plato, de rechtsfilosofie, Moby Dick, Dante met hele interessante scholastieke discussies over middeleeuwse cosmologie, wetenschapsfilosofische discussies, het globale kapitalisme. Echt alles komt voorbij. En echt baaiert aan thema's, zou ik kunnen zeggen. En er zit ook heel veel kunst in. Dat is ook heel opmerkelijk voor het boek. Veel dichters, veel schrijvers die je citeert. En niet alleen citeert, maar ook uitvoerig bespreekt en interpreteert. In die zin is het absoluut geen typisch filosofieboek. Het is een boek sui generis, zou ik zeggen. Er zit heel duidelijk een Guattariaanse, Deleuzeaanse drive achter. En wat het mooie van jouw boeken is ook dat je weliswaar schrijft in de geest van Deleuze en Guattari, maar dat die mensen nooit expliciet voorkomen. Alhoewel dat nu natuurlijk wel is, ja. In de inleiding en hier en daar. Het is ook een ode aan water, heb je laten zien. Het is een viering eigenlijk van water. Het is helemaal geen kritisch boek, alhoewel je wel kritisch bent naar het kapitalisme, et cetera. Het is ook een bezinningsboek. Net als Martin Heidegger ooit de zin van zijn heeft onderzocht. Ga jij op zoek, heb ik het idee, naar de zin van water. Of de meervoudigheid, de meer zinnen van water.
En toen ik het las, dacht ik van, ik hoop dat dit de opmaat is, zeg maar, tot een tetralogie. Of misschien wel een pentalogie of een pentatuig over de elementen. Want je zou natuurlijk ook over aarde, vuur en lucht en de ether, het vijfde element, iets kunnen schrijven. Maar ik heb van jou begrepen dat dat niet de bedoeling is. Ik ga jou niet de vraag stellen waarom je het boek hebt geschreven. Dat was mijn eerste vraag, want dat heb je volgens mij voldoende uiteengezet voor het publiek. De zorg die je hebt, daar kun je misschien later nog wel op ingaan. Maar laten we dat concept geofilosofie eens bij de oren pakken, zeg maar. En dat komt van Deleuze en Guattari. En je zegt, de geofilosofie leert dat het denken niet iets is wat zich afspeelt, heel abstract, tussen het subject en het object. Maar de aarde is daarbij betrokken, zeg maar. De omgeving, heel in een hele letterlijke zin. Dan vroeg ik me af, klopt dat eigenlijk altijd wel? Want je zegt letterlijk, alle filosofie is geofilosofie. Je cursiveert dat woordje alle. Maar als we naar Socrates gaan, bijvoorbeeld. Socrates is de filosoof die na de pre-Socraten komt. En die eigenlijk, dat is algemeen wat gezegd, die neemt afscheid van de natuur. Dat is de laatste, of de eerste niet-natuurfilosoof. Is een denker die gaat over de polis spreken. Over de moraal, over het individu, over de psyche, et cetera. En als je later bij denkers als Marx, Bourdieu, Mannheim, et cetera, daar is er ook wel sprake van een milieu, zeg maar, dat het denken beïnvloedt. Maar dat is een sociaal milieu, zeg maar. Zoals Marx zegt, alle gedachten zijn uiteindelijk klassegedachten. Dus ik vroeg me dus af, in hoeverre kun je zeggen dat alles geofilosofie is? Dat alle filosofie geofilosofie... Of beweer je dat? Nou ja, ik begrijp Deleuze en Guattari zo dat je bij alle filosofie die je leest, moet je op zoek gaan naar precies die omgeving waarin het plaatsvindt. En het is niet alleen een sociale omgeving, dat kun je natuurlijk ook doen, maar het is vooral ook de natuurlijke omgeving. Dus ik ben bijvoorbeeld met betrekking tot Socrates erg geïnteresseerd in die hele vraag waarom die dus van die heuvel van de Acropolis dus naar die havenstad loopt. 12 kilometer en hij daalt af. Ja. En dat afdalen, dat is dus heel belangrijk. Daar moet ik overigens wel bij zeggen dat het helemaal niet duidelijk is of Socrates dat zelf ooit gedaan heeft. Hè? Nee, dat is Plato. Ja. Plato, die portretteert Socrates zo alsof hij dat zou doen. He, dat afdalen naar de havenstad. Terwijl dat voor de verstaaners in zijn tijd volstrekt duidelijk moet zijn dat Socrates gewoon op zijn berg bleef zitten. Mm-hmm. He, met die mooie zuilencomplexen en weet ik veel wat. En je kunt dat soort denken dus niet loszien van die omgeving. Dus niet alleen een sociale omgeving. Maar, en dat is wel een belangrijke nuance, ik ga niet zeggen dat het landschap noodzakelijkerwijze bepalend of is. Hè. Het landschap determineert het denken niet. Dat is ook een heel belangrijk element. Conditioneert het denken niet. Maar het speelt een rol op de een of andere manier. En Nietzsche wordt opgevoerd door Deleuze en Guattari als een van de eerste filosofen die geprobeerd heeft om dat te laten zien. Hè? Die dus ook die hele Griekse filosofie verbindt met het klimaat en met de eilanden. En met precies het feit dat ze op die heuvel zitten. Mm-hmm. Dus in die zin wandelen zij in de traditie van Nietzsche. Die je trouwens ook erg leuk vond in de bergen. Ja, van Nietzsche is het bekend, hè, dat hij graag in Sils Maria rondliep. Ja. En Nietzsche heeft vaak geschreven over de invloed van het landschap op het denken. Nou, je moet in de hoge bergen zijn, daar heb je de beste gedachten. Filosofie moet je eigenlijk niet doen, zeg maar, op een kantoor. Zoals dat tegenwoordig aan de academie gebeurt. Moet wandelen, hè? Je moet wandelen, ja. Ja, peripatetiseren. Ja. Dus wat wij hier nu doen, dat is niet goed. We hadden eigenlijk al die mensen in ons kielzog mee moeten nemen. Naar buiten. En dan gewoon lekker wandelen langs de Waal. En dan iemand erin kieperen en zo. Dus dan wordt het een beetje hartstikke goed. Ja. Maar jouw diagnose is, en dan kom ik weer terug op Heidegger. Heidegger zegt, de westerse filosofie leidt aan zijnsvergessenheid, aan zijnsvergetelheid. Ja. Bij jou zou je kunnen zeggen, de westerse filosofie leidt aan watervergetelheid. Ze begint waterig bij Thales. Daar is haar oorsprong, haar arche, haar aanvang. Heidegger zegt, die aanvang is ook in Griekenland. Maar er is van een meet af aan in feite al een verdringing bij Heidegger van het zijn of een vergetelheid van het zijn. Zie jij jouw eigen project ook
In die zin, zeg maar, want je gaat ook terug naar de pre-Socraten, zeg maar. En je situeert ook een soort oerval of een peccatum originale, een oerzonde, zeg maar, eigenlijk bij Plato en Aristoteles. Dus er zitten bepaalde analogieën. Een precieze moment, beginmoment kun je niet zeggen. Maar dat doet Heidegger ook niet ergens. Die traceert dat in Anaxagoras, in weet ik veel wat, designsvergetenheid. Maar in mijn boek zit ze heel duidelijk, beklaag ik mij over die watervergetelheid. En ik plaats dat tegenover de Chinese filosofie die dat in zekere zin nooit heeft gehad. Dat doe ik overigens zonder een oordeel te geven over het feit dat die Chinese filosofie nou zoveel beter is dan de westerse filosofie. Het gaat mij er niet om de westerse filosofie alleen maar te bekritiseren. Nee, maar nee. Het is gewoon een vreemd, en ik verbaas me daarover, dat water van Thales gewoon vergeten is. Ja. Ja. En wat zou daar de oorzaak van zijn? Ja, je hebt natuurlijk aangegeven dat heeft politieke oorzaken. Ja. Dat heeft te maken met het feit dat water nooit als datgene kan fungeren, zeg maar, waarin de eenheid gedacht kan worden. Ja. Maar waarom is dat in China dan niet gebeurd? Waarom is men in China trouw gebleven aan de oorsprong, zeg maar? Ja, of heb je daar niet... Nee, daar heb ik mij niet mee bezig gehouden. Want jij kent de Chinese filosofie vrij goed, weet ik. Ja, ik ken de Chinese filosofie vrij goed, maar het boek is al veel te dik. Dus ik moest... Er staat een Chinese kunstenaar voorop. Ik eindig het voorwoord met de Chinese filosofie. En dat was even genoeg zo. Als ik een boek schrijf, dan moet het niet zo'n tetralogie zijn van de elementen. Maar dan moet het een boek zijn dat de Chinese filosofie over water nog eens een keer... in een soort contradictie met dit boek neerzet. Okay, maar daar heb je dus waarschijnlijk wel gedachten over. Ja, daar heb ik wel ideeën over. Maar wat je zegt klopt. Water wordt op een gegeven moment in die oude Griekse filosofie al heel snel weggestopt. Omdat water niet het verbindende element kan zijn in die meervoudigheid van de Griekse archipel. Dus wat je ziet is water wordt als oerelement... Dat alles verbindt, dat was eigenlijk de gedachte die Thales had. Ook niet alleen politiek, maar ook een metafysische uitspraak. Alles is één, hè? Alles is water. En die wordt eigenlijk terzijde geschoven. Wij moeten die eenheid niet zozeer in de wereld vinden, want die wereld is gewoon divers. Mm-hmm. Wij moeten die eenheid vinden in onszelf. En dat is dus in de reden, in de logos, in het denken. Overigens probeer ik ook aan te tonen dat het nog steeds exact dezelfde vraag is die bijvoorbeeld in Europa speelt. Mm-hmm. Dus het hele punt dat ik probeer te maken in het tweede hoofdstuk is dat wat destijds speelde in Griekenland, de eenheid van Griekenland en de Griekse identiteit, water voldoet niet, maar wel een soort logica om daar doorheen te gaan. Dat is precies dezelfde vraag die we nu stellen met betrekking tot Europa. Wat is eigenlijk de eenheid van Europa? Wat is eigenlijk de identiteit van Europa? Dus ik probeer daarmee ook aan te tonen dat soort discussies... Over die oude Griekse filosofen nog steeds hartstikke actueel zijn. En ook daar moeten we terug naar het water, zeg maar. Moeten we op een of andere manier een beter bewustzijn van het water, onze waterigheid, een rol spelen? Ja, je zegt net dat ik een ode aan het water geschreven heb. En dat is natuurlijk ook wel zo. Ik heb een ode proberen te schrijven aan datgene wat we vergeten zijn. Mm-hmm. Je moet ook maar kijken naar dit hele continent. Hè. Dat is een prachtige uitspraak van Alberto Saviola. Dat is de broer van Giorgio De Chirico, de bekende kunstenaar. En die heeft ooit eens gezegd... de Europese geest haat verklontering. Mm-hmm. En dat is nogal een belangrijke uitspraak, vind ik. Want dat ligt ook aan het landschap van Europa. Wij zijn ongeveer het enige continent, waarin water heel diep doordringt. Kijk maar naar de Oostzee, naar de Middellandse Zee... en Adriatische Zee. Maar die hebben andere continenten ook wel. Maar... Okay. In Europa word je altijd geconfronteerd met iemand die aan de andere kant van het water woont. Dat hebben de Chinezen bijvoorbeeld veel minder gehad. Of dat hebben de Amerikanen of Afrikanen ook veel minder gehad. En je weet, in zekere zin bevaar je die zeeën. Terwijl je weet dat er ook mensen uit andere landen zijn. Dus in het hoofdstuk over Hugo de Groot heb ik het bijvoorbeeld uitgebreid over de ruzies die er waren tussen Schots-Britse vissers aan de ene kant en Nederlandse vissers aan de andere kant. Ja. En dat al 500 jaar.
en niks verandert. Mm-hmm. Ja, dus dat is heel interessant. Maar wij leven in een continent waarin wij constant met de neus op het feit worden gedrukt dat er iets is aan de andere kant van de zee. Mm-hmm. En dat is heel mooi, maar dat laat ook meteen zien hoe moeilijk het is. Dus, en dat hadden die Grieken in zekere zin ook, hè, in die eilanden. En daar zijn mensen op dat andere eiland. En daar zijn mensen die, wat moet je daarmee? Mm-hmm. Kunt elkaar wel. Kijk, tot 800, 600 voor Christus waren de Griekse machthebbers alleen maar geïnteresseerd om die anderen te beroven, te plunderen. Piraterij was doodnormaal en weet ik veel wat. Van 6000 voor Christus, toen die eilanden bevolkt werden, tot ver na Homerus, dus 5500 jaar later, zijn ze alleen maar bezig geweest om elkaar te beroven. En dan heb je plotsklaps die talers en die denkt, ja, dat is misschien toch niet zo heel handig om dat te blijven doen. Even naar Sloterdijk. Valt mij nu te binnen. Je hebt Sloterdijk een speciaal heel hoofdstuk aangewijd. Hè. Je hebt zijn amfibische antropologie uiteengezet. Hè, waarin Sloterdijk zegt, mensen zijn milieuwekselen. Wij kunnen eigenlijk in alle milieus leven. Maar dat heeft bij Sloterdijk natuurlijk te maken met het feit dat de mens het enige dier is, zeg maar, dat juist afstand neemt van zijn milieu. Hè. Ja. Hij zegt ook wel eens, het is das Distanztier. Distantiedier dat met behulp van technieken met name zichzelf als het ware inkapselt in wat hij sferen noemt. Ja. Dus de mens, alhoewel Sloterdijk in Schäume bijvoorbeeld zegt dat de mens leert van de elementen, dat de elementen zelf, waaronder water, zijn leraren, is het mens toch vooral het dier dat zich steeds meer isoleert en afsluit van die natuur. Ja. En dat hebben ook filosofen gedaan natuurlijk. Waarschijnlijk nog niet die allereerste natuurfilosofen, Anaxagoras, Herakleitos, Parmenides en wie heb je nog meer. Ja. Maar Plato bijvoorbeeld stichtte de academie. Ook een soort sfeer, een soort topos, zeg maar, waarin het denken zich afsluit. En die watervergetelheid, zeg maar, die jij terecht diagnosticeert, denk ik, kan misschien ook daarmee te maken hebben dat we als individuen, zeker in het Westen, ons steeds meer hebben opgesloten, geïsoleerd, die afstand tot de natuur waren steeds groter hebben gemaakt. Zodanig dat we, zoals Sloterdijk zegt, tot binnenwereldwezens zijn geworden. Ja. Die uiteindelijk de hele planeet tot een binnenwereld willen maken. Hoe zie jij die verhoudingen? Zoals ik dat begrijp en zie, is dat is precies het gevolg van het feit dat wij onszelf door onze eigen logos volledig laten leiden. Mm-hmm. Dus als je de reden. Oh. Ja, sorry. Ja, ja, ja. En dus als de reden alleen nog maar denkt over zichzelf of over hoe de reden moet denken. Hè, of alleen maar methodologisch wordt, zoals bij Descartes. Dan zie je dus een uitsluiting van die hele rest van de wereld. Daar komt die watervergetelheid vandaan, zoals jij dat misschien terecht noemt. Ik gebruik het woord niet. Nee, maar ik. Maar ik zie die analogie ook wel. En ik denk dat het heel. Waar mijn boek dus ook echt een pleidooi voor is, is om eruit te gaan. Hè? En loop maar mee met de muskusgattenvangers. Ja, dat is ook überhaupt iets van jouw denken. Ik bedoel, we hebben het er wel eens ooit over. Ik zit graag thuis op mijn kamer tussen mijn boeken. Ja. En ik heb niet zo heel veel met de buitenwereld. Maar jij zegt, nee, we moeten de kroeg in, we moeten het strand op. We moeten overal kunnen denken. We moeten als het ware midden in de wereld denken. We moeten op stations, in vliegtuigen, waarschijnlijk op feesten. Dat zit in het boek. Hè? Je zegt, de filosofie moet te water gaan. We moeten het water in durven duiken. En dat is ook iets wat jouw favoriete, of een van jouw favoriete filosofen, Michel Serre, voortdurend beweert. De filosoof moet zich juist niet opsluiten, maar naar buiten gaan. En dat geef je ook mooi aan met de metafoor. Ja, we moeten te water gaan. Ja. We zijn water. We moeten niet willen beheersen, afstand willen nemen. Nee, we moeten erin duiken. Ik vind het wel heel mooi wat je nu zegt. En ik ben het daar ook hartstikke mee eens. En ik vind het ook heel nuttig voor mijn vrienden in het café die hier ook in deze zaal zitten. Dat ze begrijpen dat ik niet zomaar aan het drinken ben, maar dat ik daar aan het denken ben. Precies. Ja. Nou, we denken daar toch ook nog wel. Ja, dus, maar ik denk dus, ik geloof dus inderdaad, je kunt overal denken. Denken is op een gegeven moment in de tempel gedaan.
De Grieken hadden dat hele beeld van de kairos. Hè? Mm-hmm. De werkelijkheid die je zag, die moet je bewonderen. Daar moet je over nadenken. En voor mij is denken juist niet iets wat je alleen maar in de kamer doet. Dat neemt niet weg dat ik ook vaak in die kamer zit. Want ik moet al die spullen wel lezen. Mm-hmm. En daar leent een café zich minder goed voor. Maar filosoferen moet je overal doen. Ja. Okay. Maar is het ook echt iets, dat vraag ik me af, René, iets wat je juist op andere plekken ook moet doen? En dat je verder moet kijken. Want ik moet ook denken aan dat filmpje over, die foto die je liet zien van die vrouw. Ik zag meteen de grommende waterwolf ergens achter haar al in beeld. Dus dat je juist naar dijken toe moet gaan op bepaalde plekken om jezelf te confronteren met, hier zou wel eens, hier gebeuren dingen die ik niet zie als ik op mijn kamer blijf zitten. Ik moet de wereld in. Ik moet... Als ik een boottocht maak naar Engeland, ik prefereer het om met de boot te gaan, dan vind ik een van mijn favoriete plaatsen om gewoon over de reling te hangen en naar beneden te koekeloeren. En bijvoorbeeld in het Zog, dat het schip achter zich laat, om dan weer te zien hoe snel al dat water zich weer verenigt en eigenlijk geen spoor achterlaat. Waar bijvoorbeeld scheikundigen over schrijven of mensen als Philip Ball, of die ik ook citeer. Dat is gewoon heel goed kijken en dat kun je gewoon zien als je op een schip. Maar tegelijkertijd zeg je dat we wel heel veel sporen natuurlijk ook nalaten in het water. Dat er dode plekken ontstaan en plastic soepen. En... Sinds een jaar of 50, 60 is er inderdaad een discours aan het opkomen waaruit blijkt dat de zee niet zomaar een onuitputtelijk iets is. Wij zijn tot onze verbijstering erachter gekomen dat we die zeeën en die oceanen schade kunnen toebrengen. Ja. En dat was hele lange tijd niet zo. Heel lang, dat zie je ook in het boek, dat is ook die watervergetelheid, heeft men gewoon niet gedacht aan water. Water was eigenlijk gewoon volstrekt neutrale substantie waar je doorheen moest om bijvoorbeeld overzeese rijkdommen te halen. Of om vis uit te halen. Men dacht zelf nooit na over water. Nee. Never, nooit niet. En dat is vandaag de dag wel anders. Ja. En dat is goed. Ja. Jij bent in het boek vrij kritisch over het kapitalisme. En terecht, denk ik. Vooral de laatste twee hoofdstukken laat je heel duidelijk zien dat kapitalisme en ecologie, of kapitalisme en voortbestaan van deze planeet, eigenlijk onverenigbaar zijn. Die staan diametraal tegenover elkaar. En daarbij laat je ook zien dat iemand als Karl Marx, die over het algemeen wordt gezien als, als we terugkijken naar de situatie in de communistische landen waarin het marxisme ten uitvoer is gebracht, weliswaar niet helemaal volgens de theorie, maar dat in het marxisme juist helemaal geen ecologisch bewustzijn zit. Jij laat zien, jawel, er zit in Marx, althans embryonaal, een theorie over ecologie, over wat jij noemt met Marx het metabolisme tussen mens en natuur. Dus er zit een kapitalisme-kritiek in, die heel sterk is. Maar nog fundamenteeler ben jij kritisch naar de moderne wetenschap. Niet alleen, denk ik, voor zover ze handlanger is geworden op het moment van het kapitalisme. Zelfs op de universiteit staan we inmiddels bijna volledig in dienst van het kapitaal. Volledig geëconomiseerd. Dus absoluut geen vrije omgeving meer. Maar jij bent kritischer op de wetenschap als zodanig. En daar zet jij een ander soort wetenschapsvisie tegenover. Die van jouw favoriete filosoof, een van jouw favoriete filosofen, Michel Serre, waarvan je zegt dat hij heel moralistisch is, een heel ethisch, moreel wetenschapsbeeld heeft. Zou je dat wat meer kunnen uiteenzetten? Dat doe je in je boek weliswaar, maar wat is nou zo anders aan die Serriaanse wetenschapsvisie vergeleken met de traditionele, de meer Cartesiaanse visie die uitgaat van beheersing, eenheid, universalisme, et cetera. En waarom kan die Serriaanse visie ons behulpzaam zijn, zeg maar, om de ecologische problematiek waar we nu mee te maken hebben niet zozeer op te lossen, maar daar in ieder geval alternatief voor te bieden? Het zit in jouw boek wel in, maar het zou mooi zijn als je dat wat meer zou kunnen... Heel, heel kort, want het is een zeer complexe materie die ik daar bespreek. Maar de twee dingen eigenlijk. Het eerste is dat heel veel wetenschap... Kijk, er zijn
denk ik, veel meer wetenschappers nog steeds in dienst van wat zij noemt thanatocratie. Ja, thanatocratie. En thanatocratie, dat is de heerschappij van de dood. Dat zijn dus wetenschappers die zich in dienst stellen van de vernietiging van de planeet, de aarde. Ik bedoel, er zijn duizendmaal meer wetenschappers bezig bij de grote multinationals en dergelijke. Mm-hmm. Dan die zich bezighouden met het onderzoek naar evenwichtsverstoringen in, laten we zeggen, de oceanen en de zee. Dat is ook iets wat een van mijn bronnen, Stefan Helmreich, ook daarover schrijft. Mm-hmm. Dus dat is spijtig, want er is een hele mooie wetenschap. En dat is precies die wetenschap die CER ook toe aanspreekt. En die mij dus ook heel erg aanspreekt. Dat is een wetenschap die geïnteresseerd is in het behoud van dingen. En die niet alleen maar geïnteresseerd is in het verdienen van geld. Dat is de ene kant van het verhaal. Dus ik ben het met CER helemaal hartsgrondig eens dat wetenschap niet in dienst moet staan van vernietiging, van dood en dergelijke meer. Dat is helder. Dat klinkt trouwens wel in dienst staan van vernietiging en dood. Dat doen ze niet expres, neem ik aan. Daar zit een bepaald... Dat doen ze expres, want dan verdienen ze heel veel geld aan. Ja. Dat is gewoon expres. Dat doen ze niet per ongeluk, Lisa. Nee. Waar denk je? Waar zit het hem dan? Hoe weten ze dan dat ze daarmee maar bezig zijn? Even die andere kant. Dat wetenschap zich niet in dienst moet stellen van het kapitaal, dat is helder. Dat doet ze toch. Maar goed, daar zijn we het over eens. Maar dan zit er nog een soort epistemologie... Een zijnsopvatting, een zijnsverstandnis, een natuurverstaan in CER dat zich duidelijk onderscheidt van Descartes en dat meer, zoals ik het begrijp, richting Leibniz gaat. Wat jij hiervoor zei, en dat klopt, hè. Bij Descartes staat die methode helemaal centraal, staat rigiditeit centraal, bij CER zie je gewoon, je kunt op andere manieren begrip krijgen van de werkelijkheid. En dat is precies, ga naar buiten, ga gewoon kijken, verbaas je, verwonder je. CER heeft dat zelf ook gedaan, hè? De bergen in, hij is zeeman geweest en een rivier in geweest en weet ik veel wat. Nou is alleen het nadeel dat iedereen denkt van dit hele boek gaat over Michel CER. Nee, dat is absoluut niet waar. Het is maar ongeveer 8 bladzijden of zo die ik aan hem besteed, maar... Maar die toonzetting en die andere benadering van de werkelijkheid, die andere epistemologie, kennisleer en dergelijke, die vind ik dus wel heel interessant. Leibniz komt ook in beeld, omdat Leibniz natuurlijk ook de kunst verstaat van al deze dingen met elkaar combineren en tot een soort van systeem proberen te maken. En daar kun je ook heel veel over zeggen. CER schreef ooit, dat was zijn eerste boek, een 800 pagina dik proefschrift over Leibniz, waarin hij precies laat zien hoe Leibniz al die ideeën die hij heeft, eigenlijk wiskundig met elkaar verbindt. Michel CER is vooral ook, niet vergeten, een wiskundige. En dat zijn gedachten die ik erg interessant vind. En die ik een beetje heb geprobeerd te gebruiken. Maar niet zozeer die wiskunde, maar wel die hele epistemologie van CER. Maar inderdaad, pleidooi om te kijken, zelf gewaar te worden, zelf te zien. Dat zit er constant in. Dus dat is de hele epistemologie die ik in zekere zin bevoorkeur. Dat is niet een meteorologische epistemologie of wat dan ook. Nee, maar er zit ook een motief van, ja, het is een Heideggeriaanse term, van gelassenheid. Of wat Peter Sloterdijk in een van zijn boeken getragenheidsbewustzijn noemt. Het besef dat we gedragen worden door de aarde, door de elementen. En, terwijl de meer traditionele wetenschap is toch afstand nemen, willen beheersen, mathematiseren, et cetera. Dat is inderdaad... In hoeverre is dat... Nou, ik blijf een beetje over CER doorgaan. In hoeverre is dat nog wetenschap? Want het wordt ook, je noemt het ook moralistisch, toch, in je boek? Ja, maar dat is meer de kritiek, denk ik, op... Kijk, CER, als je daar toch op wilt ingaan, die probeert... Eventjes nog, dan stop je. Ja, maar dat is ook helemaal goed. Ik bedoel, jij runt de show. CER is iemand die laten we het zo zeggen, hij, om het duidelijk te maken voor het publiek. Hij schrijft over Lucretius, heeft hij een heel boek geschreven. En hij heeft een heel boek geschreven over Lucretius. Lucretius is een van zijn grote helden.
een Romeinse denker die vlak voor Jezus leefde. En die een prachtig boek heeft geschreven, De Rerum Natura, over de dingen in de natuur. En dat is een boek waarin hij in feite een soort wereldbeeld geeft, waarin wetenschap verbonden wordt met poëzie. En waarin wetenschap ook verbonden wordt met moraliteit. Mm-hmm. En Serre die legt ons uit, dat moet je eigenlijk precies doen. Dat moet je in feite gewoon precies doen. Wetenschap moet verbonden worden met moraliteit en wetenschap moet verbonden worden met poëzie. Daarom laat ik ook heel veel poëten aan het woord in dat hele boek. Ja. Want die poëten die denken slim over water. Mm-hmm. Die denken zelfs heel slim over water. Mm-hmm. Dat die werelden moet je in feite niet van elkaar scheiden. Maar de klassieke, de Cartesiaanse wetenschappers zouden dat doen. Lucretius, daar kan ik veel meer over vertellen. Maar die wordt geplaatst door Michel Serre tegenover Archimedes. Ja, dat laat je heel mooi zien. Ja. En Archimedes, dat is de bekende wetenschap. U kent hem allemaal van Eureka en de opwaartse kracht. Maar Archimedes was toch ook vooral een wetenschapper die ongeveer 80% van zijn tijd vooral besteed heeft, niet aan de opwaartse kracht in water, maar aan het ontwikkelen van gevechtsmachinerie ten tijde van de Punische oorlogen. De Tweede Punische Oorlog. Dat doet hij. En hoewel Serre zegt dat Archimedes en Lucretius in feite geestverwanten zijn in bepaalde opzichten, bekritiseert hij Archimedes omdat hij zijn hele kennis en zijn hele ideeën over wetenschap precies in de teken plaatst van de dood. Zo doet hij dat. Archimedes vond bijvoorbeeld een soort kraan, een hijskraan uit, waarmee je dus een schepen van de vijand uit de zee kon vissen. En die schepen die hees je dan omhoog en boven het land laai ze dan vallen. Dat is wel een geweldige wapentechnologie, moet ik zeggen. Is dat ook echt gebruikt? Daar zijn ze wel mee bezig geweest, na verluid. Okay. Ik heb daar wel wat over gelezen. En dat is natuurlijk heel wild en raar dat hij dat deed. Dat Archimedes overigens, dat moet ik er wel even bijzetten. Ik heb ook veel kritiek op Serre, hoor. Dus, ja, dat is helder. Dat Archimedes misschien wel uit hele nobele, patriotistische motieven handelde. Omdat hij zijn geliefde stad Syracuse wilde beschermen. En mee wilde helpen om die stad te beschermen tegen de barbarij. Mm-hmm. Daar rept Michel Serre met geen woord over. Mm-hmm. Nergens. Doorheen zijn hele oeuvre houdt hij zijn mond daarover dicht. Mm-hmm. Dus Archimedes is voor hem een soort boeman. Ja. Maar hij plaatste natuurlijk tegenover elkaar, Archimedes en Lucretius, om een soort pedagogisch effect te hebben. Dat die scheidslijnen niet zo heel helder zijn, dat snap ik ook. Dat snapt Serre waarschijnlijk ook wel. Mm-hmm. Hij is nu 84 jaar en hij heeft vorig jaar een beroerte gehad. Ik weet niet of hij ooit nog weer eens opkomt dagen. Maar hij vindt wel dat die wetenschap dus af moet van die intrinsieke vernietigingsdrang. Ja, ik zou Archimedes eerder een ingenieur of een technicus noemen dan een wetenschapper. Nee, dan vindt hij een wetenschapper. Okay. Dat probeert hij ook te laten zien. Maar heel veel wetenschap staat in dienst van techniek en ingenieurs. Nee, want we kennen hem als inderdaad de grote bouwer van allerlei technieken. En, ja. Nou moet ik er ook wel bij zeggen, kijk, ik ben niet tegen techniek of zo. Hoor. Ik ben ook niet tegen watermanagement. Ik heb helemaal niks tegen ingenieurs. Mm-hmm. Integendeel zelfs, die mensen doen zeer belangrijk en goed werk. Mm-hmm. Dat vindt Michel Serre ook. Mm-hmm. Maar je moet je ook op een andere manier daartoe verhouden. Dat is precies wat ik bijvoorbeeld wel zie bij mensen die veel met water werken. Maar dus zou vanuit die Syriaanse wetenschapsvisie ook een andere techniek mogelijk zijn? Want dat is wat we toch ook uiteindelijk nodig zullen hebben als we die ecologische crisis willen aanpakken. Wat zou dat een ander soort techniek die niet beheersend is? Of die nou ja, ja. Hij verwacht heel veel van biowetenschappen ook of hij, nanotechnologie. Dus, ja, dat soort dingen. Net als Sloterdijk. Dus die nieuwe cutting edge wetenschappen, die vindt hij heel interessant. Ja. En hij is heel positief over de computertechnologie. En hij is waanzinnig positief over de computers. En omdat het allemaal netwerken maakt en gaan ze om en doen. Ja. Hoe zit het bij jou eigenlijk, René? Want hoe zie jij de toekomst in? De zee kwam voorbij. De vrije zee die ziek geworden is. Ben jij een doemdenker?
Nee, ik ben uit mezelf wel een vrolijke natuur. Ja. 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 Maar is dit boek vanuit... Je hebt het over onbestemd... Onbestemdheid, dus het onbestemd... Ja, ik moet zeggen dat de laatste tijd in mijn schrijven... Ik heb laatst ook voor het Financieel Dagblad... een stuk over extincties geschreven. Uitsterven van dieren. En dat speelt ook in dit boek met die zieke zee toch wel een belangrijke rol. Dat stemt mij wel zeer droef te moeder. Ja, daar kan ik niet zo goed tegen. Nee. Het is iets wat mij zeer bezighoudt. Maar helpt het dan, zo'n boek schrijven? Opent dat voor jou ook een andere manier van kijken naar die Lisa, je weet niet half hoezeer boeken schrijven mij helpt. Ja. Dus, ja. Fijn. Dus, ja. Dat helpt, ja. Ja. Ik dacht, laten we tussendoor alvast naar de zaal gaan. Misschien kom ik dan zo nog terug bij jou. Want ik weet ook niet precies hoe laat het al is. Ja, heel mooi. Wie wil een vraag stellen? Ja, hier. Vooraan, er komt een microfoon aan. Wacht even. Nou, de vraag is al wel deels beantwoord tijdens het interview. Want ik maakte me eventjes een beetje ongerust. Toen, ik kreeg de indruk dat mensen zich altijd weg willen houden van het water. En zich liever op de gedomesticeerde, vaststaande wilderheid van de bergen hielden. Dan bij de golven van de haven, bij de hoerenlopers, bij de drank. Want je zou juist denken, de meeste mensen, dat is misschien dan mijn eigen losgeslagen modus waar ik nu in zit in deze fase van mijn leven. Dat je juist voor het vertier de golven van je brein opzoekt. Hoe zit dat dan? Waarom gaan mensen dan toch weg van het water? Als je toch zou denken dat je voor het vertier juist de golven in je brein weer zou willen maken. Dat de kikker toch wat terug wil naar het kikkervisje. Ja. U moet weten, dat is een dochter van mij die deze vraag stelt. Ik zat al te kijken, ik denk. Dochter stelt papa de vraag. Ja. De kikker wil terug naar het kikkervisje. Willen mensen niet juist terug? Waarom wordt gezegd dat ze op hun berg willen blijven? Dat snap ik niet. Ik zou naar de haven. Nou, laten we het vooropstellen dat die afkeer van water in Europa helemaal niet universeel is. Ik constateer in het boek dat filosofie, wetenschap, een bepaald soort wetenschap, en dat denken, kennisproductie en dergelijke heel droog heeft gemaakt. Dat wil niet zeggen in mensen. Ik heb laatst een interview gegeven voor Trouw. En dat interview werd een beetje gecensureerd. Omdat ze vonden dat ik daar wat onvriendelijke dingen over het christendom gezegd had. Want Christus houdt wel van vissers, hè, dat weten we, de ichthos speelt altijd een belangrijke rol. En water verschijnt ook in heel veel religieën als fons vitae, levensbron. Er is ook een heel denkwereld van new age figuren die allemaal met water en water verbinden met spiritualiteit. En fijne gevoelens en fijne seks en allemaal dat soort dingen. Maar daar gaat mijn boek niet over. Dus daar heb ik helemaal niks over geschreven. Gelukkig niet. Ja. Dus wat ik geschreven heb is in feite een heel filosofisch boek. Maar die filosofie die staat niet alleen. Die filosofie heeft wel invloed gehad. En die watervergetelheid, zoals Pieter dat noemt, die is belangrijk geweest. En die zien wij toch op een bepaalde manier toch ook nog vandaag de dag in ons handelen. Vooral met betrekking tot die zorgeloosheid die we hebben over water en ook de manier waarop jij bijvoorbeeld doucht. Dus, ja. Niet meer thuis. Ja. We hebben nog tijd voor één vraag. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Ja, daar achterin. Die meer. René, dank. Op de eerste plaats, voor mij een hele les in nederigheid. Vanmiddag dacht ik nog dat ik een hele hoop wist waar ik over dacht. Maar vanavond weet ik weer dat ik heel veel niet weet. Een vraag aan jou. In jouw hele studie, alles wat je daar beschreven hebt, voor mij allemaal onbekend. Welke gedachte heeft jou in alles wat je gelezen hebt nu het meest aangesproken? Welke gedachte heeft jou nu het meest geraakt? De gedachte die mij het meest geraakt heeft is...
Dat is eigenlijk de gedachte dat alles in feite vloeibaar is. Er zijn natuurwetenschappers geweest die bezig zijn geweest met het zogenaamde bekdruppel-element. Daar schrijf ik over in het laatste hoofdstuk. En ik vind dat fantastisch. Die mensen, Thomas Parnell en zijn leerling Tony Maimstone, die zijn... die waren verbonden aan de Universiteit van Queensland. En ik heb grote liefde voor dit soort mensen. Die waren verbonden aan de Universiteit van Queensland. En die Parnell die was echt van mening dat, het hele universum gewoon allemaal vloeibaar is. Steen wordt dus bijvoorbeeld niet gezien als iets wat vast is, maar als iets wat gewoon een heel veel pascalsecondes heeft. Dat wil zeggen een erg grote viscositeit. He, anders dan water. Dat is een fantastische gedachte. En om die gedachte te bewijzen kwamen ze op het idee om bekende stroperige stoffen in een trechter te stoppen. En wat ze met name in zo'n trechter stoppen, dat was pek of bitumen of weet ik veel wat. Vandaar dus het pekdruppel-experiment. In 1930 werd het hele experiment opgezet. Die experimenten lopen in een aantal laboratoria vandaag de dag nog steeds. En dan ga je kijken in die trechter. Onderin die trechter zit een klein gaatje. En de hele idee is dan of dat druppelt. Dus in 1930 maakten ze die hele installatie. En 8 jaar later ging het dus druppelen. En 1 druppel kwam eruit. En weer 8 jaar later kwam er weer een druppel uit. Dus het is duidelijk dat dit viscoos is. En niet vast of een soort druppel. De gedachte is dat je dat ook met stenen kunt doen. Ik weet niet of dat klopt hoor. Ik geloof ook niet dat het klopt. Maar ik vind het een mooie gedachte. Het allermooiste is dat die leerling, Maimstone, is bij zijn hele leven nog nooit een pekdruppel heeft zien vallen uit die trechter. En op een gegeven ogenblik beschrijft hij in zijn memoires, dat is echt heel, niet in zijn memoires, in een interview die hij hield met de Australian, dat is een krant in Australië, beschrijft hij hoe hij een kopje thee ging halen in een kantine. En net toen hij terugkwam op kopje thee, lo and behold, was er een druppel gevallen. En weer had hij hem gemist. En hij is uiteindelijk op bejaarde leeftijd, jaar of 80, is hij doorgegaan. Ongeveer 2 dagen voordat de volgende druppel viel. Waarom zetten ze er geen camera bij? Maar... Dat is dus het soort van wetenschap dat ik buitengewoon bewonder. Ja, ik zag net, ik kan niet goed mijn collega lezen. We hebben nog even de tijd, dus meer vragen. U daar achterin, meneer. Nee, wij zijn stadgenoten, wij wonen allebei in Nijmegen. En Nijmegen is natuurlijk een hele bijzondere stad als het over water gaat. We leggen bruggen over dit water, we maken een eiland, er komt een bypass. De stad omarmt de rivier zelfs, zou je kunnen zeggen. Dat zeggen we ook met z'n allen. Dat daar waar het over watervergetelheid gaat, verkeren wij toch in een gezelschap wat dat niet echt kan onderschrijven. Want deze stad die gaat over water, die omarmt het water. En mijn vraag zit is veel meer in, heeft jou dat nou ook beïnvloed? Als inwoner van deze stad die zo geweldig met dat water bezig is, waar jij ook elke dag mee geconfronteerd wordt. En heeft dat vanuit die filosofie, vanuit die gedachte dat het land waar jij woont ook jouw denken beïnvloedt? Ben je dan heel erg trots als Nijmegenaar of juist niet? En in welke zin heeft dat jouw denken beïnvloed? Vanaf het Nijmeegse land in dit boek. Het Nijmeegse land komt in dit boek maar op 1 plek voor. En dat is als ik het waterkwartier bediscussieer. Dus het heeft wel in die zin een bepaald soort invloed gehad. De discussie over bruggen zijn wel degelijk ook beïnvloed door het feit dat die Waalbrug in mijn leven een hele belangrijke rol speelt. En ik ben gefascineerd door bruggen. Ik geloof dat wij allemaal bruggenbouwers zijn. Homo pontifex. Hè? En dat speelt een belangrijke rol. Ik vind het ook heel fijn dat wij bruggen gaan maken hier in Nijmegen.
Ik kijk met mijn vrienden graag naar filmpjes over wat wij daar met die rivier allemaal aan het doen zijn. Ik hoop alleen dat het snel over is en dat het snel schoon is en dat het snel klaar is. Maar dat Nijmegen een belangrijke rol speelt in mijn leven, dat Nijmegen een waterstad is. Ik heb regelmatig de Waalkade zien onderstromen. Is wel belangrijk. Ik ben geboren in Twente, vandaar dat ik niet excuses Nijmegen spreek. En dat kunt u horen. Ik kom uit de zandgronden van Twente. Ik troost mij met de gedachte dat ik in de buurt van een kanaal ben opgegroeid. Ik weet dat ik als kind met mijn vader daar ging vissen. Dat mijn vader ooit nog eens een leefnet opdelfde uit de bodem van de kanaal. Omdat die vissen die in dat leefnet zaten, dat leefnet was losgeraakt. En hij kon hij niet accepteren dat die vissen zouden verkommeren in dat leefnet. Dus dook hij bij een temperatuur van ongeveer 4 graden, dook hij gewoon boef het kanaal in, helemaal in zijn naki. Enige keer dat ik mijn vader naakt heb gezien. Maar toen had ik nog niet het idee dat ik iets over water of over vissen zou willen schrijven. Ik denk dat dat alleen maar tot stand is gekomen. Onder andere doordat ik in deze stad woon, waar Walter is degene die de vraag stelde. Daar heeft hij wel gelijk in. Ik geloof dat het feit dat Nijmegen mij op de een of andere manier bespookt heeft, in het boek wel belangrijk is. Ja. Dat denk ik zeker. Ja. Deze man die mij interviewt, die is vandaag over de brug komen fietsen. Precies. Ik hoop dat dat ook iets uitlegt. Ja. De nieuwe brug. Hè? Ja. Nog een vraag. Ja, de microfoon komt eraan. Ja, ik wil eigenlijk even terug naar die discussie wat betreft, zeg maar, dat ten dienste staan van de wetenschap, zeg maar. Dat jij zegt, jij ziet het als iets slechts, dat... dat de wetenschap ten dienste staat van. Dat klopt toch? Dat ik dat te veel wetenschap zich alleen maar laat leiden door geldelijke overwinning. Ja, door het kapitalisme. Ja, dat is slecht. Ja, maar ergens, ja, ben ik het met je eens. Maar ergens denk ik juist van, is het juist niet goed dat de wetenschap een beetje buiten dat stramien komt waarin het vastzit in het denken? En juist profijt heeft, zeg maar, aan de vloeibaarheid dat het kapitalisme biedt, zeg maar, door de diversheid daarvan. Want af en toe merk ik dat we in de universiteit in onze opleiding vastzitten in een manier van denken. En daarin is er eigenlijk helemaal geen ruimte voor vloeibaarheid. Terwijl als je naar de praktijk gaat, en de praktijk zie ik dan ook weer, dat vertaal ik dan weer naar het... Ja, dat breng ik in verband met het kapitalisme. Daarin zit veel meer vloeibaarheid, daarin zit veel meer diversiteit. Dus hoe zie jij dat dan? Zo zie ik de andere kant. Aan de ene kant is het inderdaad, ben ik het met je eens dat het slecht kan zijn. Maar aan de andere kant denk ik dat het juist bij kan dragen aan de vloeibaarheid. Ja, het punt wat jij ook wilt maken met het water en dat water vloeibaar is. Ik ben in zaken mijn discussie over water, ben ik niet optimistisch geworden over dat kapitalisme, om het maar zo te zeggen. Dan druk ik mij nog zachtjes uit. Dat baseer ik gewoon op allerlei gegevens die je leest, trouwens ook wetenschappelijke gegevens, die ik daarvoor gebruik. Biologie en dergelijke meer. Ik vind over het algemeen bemoeienis van het bedrijfsleven of met sectoren die niet van het bedrijfsleven zijn slecht. En het leidt tot dingen waar ik niet blij mee ben. Gek genoeg, daarin verschil ik van mijn buurman, hou ik wel van ondernemers. En, dus daar het verschil in dan? Ja. Omdat ik ergens het ook wel heel leuk vind om initiatieven te nemen en te ontplooien en weet ik veel wat. Maar ik denk dat je sommige... takken van... Kijk, waar leidt de invloed van het bedrijfsleven bijvoorbeeld toe? Het leidt ertoe dat wij steeds meer van mensen vragen dat ze rekenschap afleggen over wat er moet gebeuren. Het leidt ertoe dat wij van academici steeds meer vragen dat ze publiceren in al die rare peer-reviewed tijdschriften.
En het leidt ertoe dat dat eigenlijk alleen maar steeds meer methodologie, vorm en dergelijke belangrijker wordt dan inhoud. En dat vind ik dat vind ik in het algemeen een heel groot probleem. Jouw vraag is zo algemeen en breed dat je daar meer over moet kunnen zeggen. Maar ik vind de aanwezigheid van bijvoorbeeld bedrijfsmensen in ziekenhuizen nefast voor de zorg. En dat, daar heb ik ook wel allerlei, dat kan ik ook wel staven met argumenten en wat er gebeurt. Het heeft bijvoorbeeld ook geleid, en dat is iets wat veel mensen niet zien, tot een enorme toename van bijvoorbeeld in de zorg van niet cliëntgebonden werk, professionals die steeds meer administratie doen. Dus die hele levensbeschouwelijke dimensie van wat een professional uitmaakt, die verdraagt zich gewoon niet zo goed met het kapitaal. Maar denk je juist niet dat de combinatie van die twee bij kan dragen aan elkaar? Aan die vloeibaarheid, aan meer effectiviteit? Dat denk ik niet. Pieter, ik geef jou graag de laatste vraag van vanavond. De laatste vraag. Misschien een korte opmerking over dat kapitalisme. Dat maakt wellicht alles heel erg vloeibaar en zet alles in een stroomversnelling, et cetera. Maar tegelijkertijd blokkeert het ook alles. Het is een soort razende stilstand, zeg maar, waar we op het moment mee te maken hebben. En we moeten ontzettend veel doen, steeds meer. Maar datgene wat we eigenlijk willen doen op de universiteit, daar hebben we steeds minder tijd voor, zomaar eens te zeggen. Dus het lijkt me, dat huwelijk tussen kapitalisme en wetenschap lijkt me een heel slecht idee. We gaan wel absoluut die richting op, dat is ook zonder meer waar, maar toch is het een slecht idee. Een laatste vraag. Misschien dan toch maar, ik ben zelf bioloog en je hebt natuurlijk over de oersoep geschreven. In het laatste hoofdstuk. Ik miste een beetje, en dat is geen kritiek, want het boek, ik zeg al, het is een baaierd van thema's. Het is zo ontzettend veel. Maar ik miste toch een beetje, zeg maar, water en leven. Dus hydros en bios. Ja. Dat, want als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld het menselijk leven, dat ook daar staat water aan de aanvang. Wij zijn geboren zeg maar, in het Pleistoceen. Dat is inmiddels leven we in het Anthropoceen, maar het Pleistoceen. Dat was een tijdperk, een heel crisisachtig tijdperk, geologisch gezien. Waarin we 6 ijstijden hebben gehad, waarin het water een hele belangrijke rol speelde. Het water dat bevriest, dat wordt weer vloeibaar. Het bevriest, wordt weer vloeibaar. Een enorme geologische turbulentie, zeg maar, dankzij dat water. En precies in die turbulente periode, in die 3 miljoen jaar van door water veroorzaakte turbulentie, is de mens ontstaan. Het crisisdier bij uitstek, zeg maar. Wij zijn ontsprongen, zeg maar, aan turbulentie van water. Dat idee. En überhaupt de relatie water-leven, dat miste ik een beetje. Maar dat is eigenlijk niet echt een vraag. Een lullige opmerking eigenlijk, daar moet ik helemaal niet op. Wil je er desalniettemin nog op reageren, René? Heb je dat er bewust buiten gelaten? Pieter heeft mij eerder een e-mail gestuurd waarin hij zegt recent een boek te hebben gelezen dat over dit thema ging. En ik moet toegeven dat ik het boek niet tot me heb genomen. Ik kon er niet meer bij. Welk boek is dat? Ik heb het ergens opgeschreven. Maar ik ga het zeker lezen. En ik zal erop terugkomen. Ik beloof het u. Ja. Later meer. Ja, dan, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ja. Oké. Okay. Maar geen boekpresentatie zonder de overhandiging van een eerste exemplaar. Volgens mij, dit is hem. Dit is hem. Kees Blom, daar bent u. Hoogleraar plantenecologie en voormalig rector van de Radboud Universiteit. Aan u, de eer. Kees, ik kwam op het idee om jou dit boek te geven. Dit is ex-recto magnificus van onze universiteit. Niet alleen omdat ik in het kader van onder andere het honorsprogramma vrij veel contact met jou heb gehad.
Maar ook omdat jij mij, ik heb het ook in het begin van het boek even geschreven, bijzonder hebt gestimuleerd om over water na te denken. Ooit stelde je nog eens voor of wij niet een keer met z'n tweeën door de Millingenwaard zouden lopen. Plekken waar deze man echt alles van weet. En het is er eigenlijk nooit van gekomen. Maar je had het de kiem wel ergens in mij geschoten. Ik dacht, ik moet dat water heel serieus nemen. Precies zo serieus als jij dat doet. En toen kwam ik op het idee om jou als eerste dit boek te overhandigen. Want deze man is zeer belangrijk geweest bij dit idee om dit boek te schrijven. Ik wil graag toch nog wat zeggen, want dat staat wel niet op het programma. Want ik heb de overhandiging beslaat precies 1 minuut. In het, maar ik wil toch graag iets zeggen, René. Op de eerste plaats wil ik je een cadeau aanbieden. Jij geeft mij dit boek. En ik wil graag iets teruggeven, maar dat komt zo. Want op zichzelf is het toch wel heel bijzonder, en daarom vind ik het ook zo'n eer om van jou dit boek te krijgen, dat degene in dit gezelschap die het minst weet van filosofie, dit boek van jou krijgt. Want zelfs je cafévrienden weten meer, door dat hardop denken van jou in het café, meer van filosofie dan ik. Maar ik heb toch heel veel van je geleerd tijdens onze gesprekken. En misschien is het wel aardig om u allen te vertellen wanneer ik René voor het eerst heb ontmoet. Dat was begin deze eeuw. Ja. En bij je benoeming, hè, tot hoogleraar bij ons. En wat ik me ook heel goed herinner, je had het toen net over je 2 zonen die zo lang douchten. Een dochter en een zoon. Een dochter en een zoon. Een dochter en een zoon. want ik herinner je dochter en je zoon heel goed, namelijk bij je oratie. Want bij een oratie heeft een nieuwe hoogleraar, die heeft een toga aan en een baret op. Maar die 2 kinderen hadden precies dezelfde baret op als jij, natuurlijk een maatje kleiner. En toen dacht ik, dit is een bijzonder man. En hij moet ook een hele bijzondere vrouw hebben, want ik neem aan dat jij die baretten niet zelf hebt gemaakt. Maar goed, toen heb ik jou leren kennen. En als ik René nou omschrijf als collega, dan moet ik zeggen, het is een buitengewoon aardige man. Hij heeft 1 nadeel. Hij is fan van FC Twente. En daarmee de concurrent van de club waar ik fan van ben. En dat is Feyenoord. En dat komt omdat ik opgegroeid ben in Rotterdam. En in Rotterdam heb ik kennis gemaakt met water. En daar is eigenlijk de kiem gelegd van mijn latere interesse, ecologische interesse in water. En Rotterdam ligt ongeveer 20 kilometer van de zee. En ik wil dat cadeau wat ik nou aan je ga geven, je hebt een heleboel eigenschappen van water genoemd in jouw voordracht zojuist. Water is zorgelijk en denken is zelfs waterig, zei je. En water is mooi. Maar water kan ook een bondgenoot zijn. Nou, dat weten we allemaal als je kijkt naar de kleine vissers op de eilanden en de kusten waar je wel eens met vakantie komt. Die met hun bootje de zee opgaan en als de zee als bondgenoot hebben, want ze vissen daar heel kleinschalig en ze hoort het ook. Vissen ze hun prachtige voedsel voor ons op. Dat water een bondgenoot is, heb ik in de buurt van Rotterdam ooit meegemaakt. Want ik heb daar 15 jaar, voordat ik naar Nijmegen kwam, gewerkt op een onderzoeksinstituut. Onderzoek van de duinen, dat was het thema. En wij deden toen onder andere onderzoek aan de kust, vooral, want dat instituut stond ook aan de kust, in de duinen van Voorne. En toen is er een tijd geweest, dat is geweest 1980, 1985 ongeveer, toen werd gedacht, we moeten alles maar samenvoegen. Het zijn van die golfbewegingen, samenvoegen, dat past ook bij water, want ja, water voegt ook alles samen. En de bazen van dat instituut, was de Academie van Wetenschappen, die dachten nou, dat instituutje daar op Voorne, dat moet eigenlijk maar gefuseerd worden met een wat groter instituut, wat hier in de buurt, namelijk in Heteren of Arnhem-Heteren staat.
En toen dacht ik, nou, ik weet nou zo langzamerhand veel van water, dus ik ga water eens als bondgenoot beschouwen. En toen kwamen die bestuurders op bezoek op dat instituut. En ik had toen de taak om met die mensen ook eens wat leuks te doen, dat ze ook even buiten kwamen. En toen ben ik gegaan naar de Kwade Hoek. En de Kwade Hoek, dat is op Goeree. Dat is het zuidelijkste Zuid-Hollandse eiland. En mijn cadeau aan jou is dat ik jou daarmee naartoe neem. Het zuidelijkste Zuid-Hollandse eiland. En toen dacht ik, ik ga daar met die bestuurders naartoe. Daar had ik wel erg veel lol in, want dat is een getijdengebied waar bij hoogwater het water door de kreken naar binnen komt. En dat is dus één grote modderpoel waar prachtige planten staan. Dus ik zei, ik ga u prachtige planten laten zien. Maar die lui hadden keurige pakken aan en zwart gepoetste schoenen. Dus dat was al heel aardig om ze daar mee naartoe te nemen. Dus je moet wel laarzen meenemen. Maar ik wist ook van dat gebied, omdat ik daar onderzoek deed, dat als het hoog water werd, dat er maar enkele plaatsen zijn waar je nog kon staan. En bij laagwater gingen we daar op dat terrein. En al binnen een half uur kwam dat water op. En wij stonden op een plek waarvan ik wist dat het helemaal omringd zou worden met water. En ja, dat duurt dus geruime tijd. Want ja, vloed en eb, dat weet u. Hè? Als het een keer vloed is, dan gaat het over een aantal uren. En ik stond dus met die mensen op dat... Ja, het was inmiddels een eilandje geworden. En toen heb ik toen was het water mijn bondgenoot. Want toen heb ik hen onderhouden over het feit of het nou wel nodig is dat al die instituten gefuseerd moesten worden. En uiteindelijk heeft het niet geholpen, moet ik zeggen. Maar voor iemand die over water schrijft, hè, is dat zo'n schitterend gebied dat ik je graag uitnodig om daar, wij maken daar een afspraak over, straks of iets later, een dagje met mij naartoe te gaan. En dan zal ik je laten zien wat water in de ecologie betekent, want ik heb van jou geleerd, en dat zal ik ook leren wanneer ik dat boek ga lezen, wat water in de filosofie is. Dus dat geef ik je cadeau. We gaan praten over water op de Kwade Hoek. En dan zal ik je ook uitleggen waarom dat Kwade Hoek heet. Heel goed. Niet vanwege dat water wat die bestuurders, waar die bestuurders heel bang van werden. Maar nou, dat vertel ik je dan wel. Dat kan je misschien nog eens in een boek zien. Hartstikke leuk. Hey, dankjewel, dankjewel. Gaan we doen. Dankjewel.